Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Ja, een hele goede middag aan alle Stoomvaste luisteraars. Mijn naam is Sing. Mensen, ik ga u bezig houden en een beetje bijpraten tot een uur of vijf. En dan hoop ik het voor gezien. Het is vandaag zondag 13 maart 2022. Een hele prachtige mooie dag in Rotterdam. Het zonnetje schijnt, voorjaarszonnetje, mensen. Isabi, het lijkt erop dat de winter de deuren gesloten heeft. En ja, oeps, aan winterbakka. Maar heel mooi weer buiten. Ja mensen, zondag. Wij praten hier over mooi weer. Een aantal duizend kilometer verderop gebeuren er verschrikkelijke dingen met de mensheid. Daarzo. En het gaat al, ik meen de 17e, 18e dag in. En daar heb ik het over Oekraïne, mensen. Isabi, hier, sari, tori. Ja, je ziet veel mensen een terrasje pakken en dat soort dingen. Weet u, en genieten van het voorjaarszonnetje en jouw ijsje na de Sandati. En een tig aantal kilometer verderop worden er mensen gebombardeerd en doodgeschoten. Kinderen worden vermoord. Weet je, het is heel triest om te zien. En ja, dit is weer een zwarte bladzij die toegevoegd kan worden aan al die zwarte bladzijden die we hebben toegevoegd aan het bestaansrecht van Europa. Ik heb u altijd gezegd, we zijn op een continent, ja, zo. Dat vreselijk breed is en een hele bloedige geschiedenis kent. Isabi, ik ga het blijven herhalen voor mensen. Isabi, twee wereldoorlogen zijn hier begonnen en hebben de hele wereld meegesleurd. En vandaag staan we met onze poten weer erin, mensen. Isabi, dus het is een hele zwarte bladzijde die weer toegevoegd gaat worden aan de geschiedenis van Europa. En ja, je kan het zeggen wanneer, want je dacht, ja, maar naar Rusland, Oekraïne, wat hebben wij ermee te maken? Nee, dit is de prijs die wordt betaald voor het luxe, luie leventje van ons. Weet u, want deze oorlog, het gaat om niets dan om energie. Ja, benzine en gas die we halen vanuit Rusland. En ja, dat eigenlijk de inzet is. Ja, onze regeringsleiders en onze beleidsmakers hebben ons hierin meegesleurd, mensen. Weet u. We kennen nog die dagen van, hoe heet het? Den Uyl, toch? Voorzie. Autoloze zondagen, die Saudis, die olieproducerende landen, die Arabische landen. De man bij Doua Zemzad is naar Honu toe. Die oude garde, eerste generatie Surinamers, die hier kwamen, die hebben het meegemaakt. Ten tijde van regeringsperiode Den Uyl. Ik weet dat ik met een groepje altijd zeiden van moet je luisteren naar Prijs Adepai voor de onafhankelijkheid van Suriname. Weet u, waar ze zoveel misbruik hebben gemaakt van die Surinamers die onafhankelijkheid wilden. Isabi, dus uno basara tanga ding. Maar ja, op een gegeven moment, Isabi, zie je toch dat bij Mickey Den Uyl, die zit in de olie zit Den Uyl, Isabi. We konden vrij lopen op de Rijkswegen, want ja, autoloos. Je noemt hem aanrijden, benzine. Isabi. En na een aantal jaren, daar zit ik de man door Semsan naar Rusland. Iedereen die in de wanvoorstelling dacht, ja, onze olie komt van de Arabieren. Ja, mooi niet. Het komt van de Russen. En ja, als je afhankelijk maakt, de man die strang aan je ziekvaarlijk mensen, dan krijg je dit soort problemen. En maak je borst nat. Want het is waikong. Want onze beleidsmakers en regeringsleiders en die zijn die mensen die beleid maken voor en namens ons, die hebben het flink laten afweten door mensen. Want dadelijk is het niet zekong. We hebben het meegemaakt met COVID.
wat is niet die plein, mondkapjes, want we maken niks hier. We hebben alles uitbesteed. En ja, dan heb je je afhankelijk gemaakt en ja, ga je problemen krijgen. Want dan, ja, we kennen dat ding toch. Maskerdiplomatie, de man bekaring. Als je bij Taktak of China, dan de man tak. Oké, ik neem je bestelling in hoor. Maar ja, omdat hij bij Taktak, want toen lauw zijn niet meer, dan mag je wel. Maar ik geef eerst aan die andere mensen die mij niet bekladden en niet te slecht over me praten. En dat je kiest die viool later. In die tussentijd gaan er zoveel mensen dood. Nou, dus aan dat die, we kennen dat, de hele discussie. Ja, mondkapjesplicht is niet nodig. Nou, ja, het is niet nodig omdat je het niet hebt. Want je kan niet iets verplicht stellen. En dan kan je het niet ter beschikking stellen. Die heb je toch, mensen. Dus het is heel moeilijk met deze mensen. En daarom zeg ik, kies bewust je mensen die een beetje anders gaan denken. Weet u, en die, ja, de man die zei, look up money, mensen. En dat de kieroenen toch, weet je. Ja, het is goedkoper daar. Reach to the bottom, dan gaan we daar naartoe. Begrijp je? Maar dat is de prijs die mensen moeten betalen, zodat wij in leven kunnen blijven hier en genieten van dat luie, luxe leventje van ons. En maak je borst nat. Want zie je, we hebben net gehoord dat er, en mensen geloven die cijfers niet, dat er ongeveer 50.000 mensen dood zijn gegaan aan corona. Dus ja, de Oekraïense vluchtelingen zijn een welkome verrassing om deze mensen te komen, om hun plaats in te nemen, hè, Isabi. Want ja, dus, dan ben ik de man kom, dan, de man zijn de sorry. En dan, we hebben genoeg aanwas, Isabi, dus onespang. Kapitalistisch systeem, mensen, zo denken mensen, Isabi, dus ja. En het is niet alleen in Nederland, zo Duitsland, toe allerlei Europese landen. Er zijn vreselijk veel mensen komen te overlijden. En ja, die moeten daar aangevuld worden, want je economie moet draaien. En ja, deze mensen die gaan dat moeten doen, zonder dat ze het beseffen. Dus ja, je moet het systeem zo'n beetje proberen te doorgronden. Ja, zo van, we leven in Europa. En ja, het gaat hem niet worden door mensen, want even weet tango zo door, Isabi. Want ik zie, oh, draait ik ook nog heb. Maar ik moet ook niet klagen, want ik zit ook erin. Benzine is duur, natuurlijk, na de wandatie. Maar ja, jullie bieden zo, Isabi, toch mensen, je maakt gebruik van die dingen. Maar dat wil niet zeggen dat je het eens moet zijn. En ja, laten we hopen dat er veel mensen daarnaar kijken en zo. Kijk, die nonsens van die verkiezingen ook, van de gemeenteraadverkiezingen. Als je naar dat ding kijkt van die verkiezingen, dan vraag je je af, waar zijn die gemeenteraadsleden? Zo, Tweede Kamerleden, politieke partijen, komen propaganda maken, al dat soort dingen, campagne voeren. Maar gemeenteraadsleden, ineens, die man. Ja, of en toe sporadisch, want toe programma ik kon. Maar het gaat meer om die grote politieke partij. Maar ik denk van, moet je luisteren, dit zijn geen landelijke verkiezingen. Die gemeenteraadsleden die zich verkiesbaar stellen en die graag gekozen willen worden, die zie je niet. Ze komen in weinig programma's vertellen wat ze willen. Dus ja, ik maak me daar niet druk om hoor mensen, want Isabi mag een verkiezing in Ecoti. Maar ik maak me alleen druk om dat ding van die corona. Want ja, if je stopt alles voor corona. En eens zo is alles goed. Weet je, vrijheid, blijheid. Kogo doe. Ja. Omdat je campagne wil gaan voeren. Dan moeten er geen restricties zijn. En dan bagat even dat die. Dan, ja, gaan we weer in een lockdown moeten. En al dat soort dingen. Het is een hele verwarde situatie waarin we leven. En mensen die, ja, snappen bepaalde dingen niet. Ik ook niet hoor mensen, vooral mij, weet u. Maar dat is een klein beetje over Europa, gekletst over Europa. We redden het wel. Maar nogmaals, dat van de Oekraïners is een hele verschrikkelijke situatie. En ik blijf het je zeggen, in omreken dat je Rusland en Oekraïne fitie, maar de mij fitie om wat heertras aan. En dat is energie. Toevoer, leveranties, naar de sanatie. En ja,
Een van de grootste redenen daarvoor is Europa. En we moeten onze ogen daar niet voor sluiten, weet u. Dat gezegd hebbende, ik kap daarmee. Want vandaag is zondag, we zijn met Surinaamse zaken bezig. Wat is noemenswaardig, mensen? Wat is een beetje noemenswaardig en nieuwswaardig in Suriname? Ja, zij moest doen. Dan is er naar mensen. Isabi, het is Semo, Semo. Elke dag hetzelfde rommel. Weet je, het schijnt maar niet op te houden. Maar ja, je zal een paar dingen eruit moeten kiezen om te zeggen van oké, ik vind dat nieuwswaardig om te gaan zeggen. De hele week is er een zaak geweest over die politie. Isabi tak de mij, dus zoals dat niet, ja. Mensen, ik ben daar makkelijk in. Isco toe. Ik geef een stopteken, ja. Met zwaaiende sirene, noem maar op, zwaailichten. Loeiende sirene en zwaailichten. Brada, wie zien in Santokje of in Brunswijk, ja, bief stop. Dat is een algemeen geldende regel. Isabi, en if je doet dat, ja, dan maak je je verdacht. En maak je je nog schuldiger aan meerdere strafbare feiten. Omdat je het negeren van een ambtelijk bevel, ja, is ook een misdrijf. Is een straf, is een overtreding, zei je pleeg aan een misdrijf. Overtreding. Even een scooter stop je. En je negeert dat. Dat noemen we ambtelijk bevel. Hij geeft je ambtelijk bevel. Meneer, aan de kant. Weet je, dan brada, wins you na suma. Je moet aan de kant. Ja. En die nego rees naar de zand. Weet je, dat is onzin. Want ja, dan komt dit bovenop. Die verdenking. Die op jou berust. Isabel. Ja. Timmy Lucas en dat dan mijn praxeer. Et Nelbaka. Hè? Kijk, je hebt een NPS'er. Zijn zoon wordt verdacht. Van plegen van, ja, diefstal, Isabi, verdacht, hè, mensen, Isabi, van vee, maar jompen op een maandag, ik wil niet dit, dat, en zo, en alleen maar om dit feit, iedereen vindt van, ja, hier en dan moet de NPS uit de coalitie stappen. Ik vraag me af, wat voor nonsens is dat, mensen? Wat voor nonsens is dat, om met zo'n statement te komen? Ik vind dat heel triest, hoor. Omdat you boy verdacht wordt van het plegen van een misdrijf. Dat, hoe vindt dat, hoe moest ik me op uit NPS? Ja, ik weet niet. En of ik doe, zou ik zeggen. Ja, oké. Dan krijg je dat ding van deze politie. Die moeder heeft een soort statement gemaakt en al dat soort dingen. En dan zie je weer iets naar voren komen. Voor een soort takro manier voor een sanaman. Ja. Deze jongen heeft destijds Santokje gebracht in de ghetto. Want de man is een compleet Amerikaans Santok, mensen. En hij is zo naar een ghetto, Isabi. En Kulimano mango in ghetto, want dan blijft een presie. Dus in hem kon dat. En alleen onder begeleiding. Nou, een soort, we kunnen een soort gramantori, toch? Ja? In hem kan gaan in dorp, want hij gaat eerst naar gramango. Mensen, kijk nou, je moet dit soort dingen niet willen in Suriname. Weet je, want ja, je kwikkie, likseep zijn naar binnenland. Tjim dorpo. Dan gaan we je gezagsverhouding. Je moet dat niet willen. We hebben het meegemaakt hier zo toch, destijds met die molukkers. In die wijken. Bij de maandag, ja, schoto nek, hoor. Schoto kon er met bonkstong, vriend, alle soort zijn hier naar de man. Doe maar moeilijkheid nadenken. Weet je, ik weet niet of Suriname die kant op wil gaan. Weet u, ik zeg, je moet gewoon laten zien, nee, ghetto of no ghetto, we lopen, we komen, het is vrij voor iedereen. Maar ja, je moet er even een statement gemaakt en al dat soort dingen. Ik begreep dat niet van Surinamers, hoor. Meneer begreep pas aan dat hij. Kijk, ze komt openlijk naar buiten toe en oefen is zo mooi, waarom? En we begrijpen niet, we snappen het niet, dat je zoiets niet kan maken. Omdat die destijds, de man die vindt dat hoe stemt dat VHP. Dat want dat je dan naar de KSM staat, Patricia Etner. Je moet dan je mond houden. Want hoe stemt Guy? Isabi, we hebben op je gestemd en ja, je moet. Imliep mee. Isabi, want ja, nou, hoe moet je dat? Ja, dat want dat je
Je moet doorgaan met allerlei strafbare handelingen. En je mag alle regels aan je laars lappen. En het is goed om je ambtelijk bevel, meneer. Aan de kant stoppen en aan de kant gaan. Ik wil even controle. Ik wil even het een en ander controleren. En je negeert dat, want ja, hier in mijn ghetto, hier. Nou, mijn potsant ook niet, dus in de kant stop me. Dat is toch ziekelijk gedrag vertonen, mensen. Laten we eerlijk wezen, nou. Isabel. En wat je niet begrijpt, je kan het niet uitleggen. En niemand in Suriname, ik leg je uit ook toe. Kijk, als je stemt op VAP, dan zitten er een aantal parlementariërs daar. Ja? In het parlement waarop je gestemd hebt. Als je stemt op Santokki, je weet toch in eerste instantie, wordt hij gekozen om in het parlement te gaan zitten. En het parlement draagt dan voor dat hij, hij dan president wordt of vicepresident, Isabel. En dan word jij beëdigd, maar dan je legt maar eet af. En wat zeg je tijdens de eetaflegging? Ik heb nooit iets aan iemand beloofd. Ik heb nooit iets ontvangen. En ik ga dat ook in de toekomst niet doen. Dus even je kon publiekelijk, ja? En ik contact je en je kon eist, ja, die heren, de man, moeilijk, mijn boy, de man, zoet aan man, naar de zand dat hij, en je noemt vergiet dat ik naar Unupoti dat ben. Dat wil zeggen, wacht die. Ik heb dan een belofte met jou gemaakt, Isabel. Hoe Taiwan wist je dat je je stem nam tapu, dan tenminste doen dat een boy voor kan door alle criminele toestanden. Dan bedoel ik misschien dan, maar dan misschien dan alle de man, Bob Belfort en noem maar op. Dat we bel de man tak, hey, Lusamang, want ja. Maar dan ga je eet afleggen en dan wanneer je dat eet hebt afgelegd, je zweer je. Maar dan ben je toch ook als politicus strafbaar. Want ja, je moet dat niet kunnen doen, toch? Je moet zonder las en ruggespraak, weet ik het, dat hij een mooi Nederlands woord. Dat laat ik aan die Neerlandicus van ons, is op zijn tak valkboe Nederlands, over. Je gaat stemmen en je gaat besluiten nemen zonder las en zonder ruggespraak. Santokki ook, Santokki, nog aan doen, San is nooit. Dacht, ja, maar ja, de man vergeet ook stem, nee, tapu, dan im liep uno. Nou, ik ga trouwen aan Haitian. En mij kon openlijk tapassen niet. TV, Isabel, dan mij tak openlijk, dacht, ja, wat een man doet dat bijna, want dat die dan, man, dat gauw doet dit, doet dat die. Ja, ik snap niet, dat nog wat man is na, nee, op ooit tegen, man, dacht, hé, brada, hier en nou, tantiri, tantiri. Isabi, Isab, zo begin je maar leren toch mensen. Tantier aan het dong. Je op je moet voor takje. Dat naar dong. Isabi, je kan onmogelijk in het publiek domein treden en met zo'n statement komen omdat toe potam man dat pina. No, we kon, we pina. De scoot uw grabba man in kolusa man. Dit na, dan pas die boom. Ja, zo werken toch niet mensen. Hou op nou man, Isabi. Dan, naf zo weer met wet. En daarom je ziet de man die zie. En overdreven, want ja, die vindt dat, ja, wat ghetto, nou, een stem gie, die de Trump-president, die liep, ja, wat had je dan gedacht, dat die, een parlementariër, ja, zijn stem neemt op, en een president, een vicepresident moest komen, horen aan hoe boven je hoofd, en jou zeggen van, ja, moet je luisteren, kijk nou, Lusamaer, want dat man stem neemt op, ja, dat is een strijd met de eetaflegging van een parlementariër, een president en een vicepresident. Weet je mensen, Isabel, in elkaar actie de Sandati, na zo'n man, als je niet begrijpt als Sandati, en na zo'n condonense nantaki, programmamakers zelf, niet komt dat idee dat hij dacht, ja maar, confronteer die persoon daarmee, confronteer hem, en leg hem uit, leer wat ze naar mantakiere, grondapel, kunna juere. Alles aan zij je takkie, Isabel. Patricia Etnel kan dat niet maken, mensen. Die een zoon, ja. Aman Haiti, aman Tonton Makut, Isabel. Aman ook aan kong, dat bij contact uitstel eisen. Kan niet. Weet je, deze man ook. Aman is die poëzie. Isabel, die moet, het is die, nou, vrouw Emma. Contact aan dat Isabel. Is heel
ziekelijk gedrag vertonen aan de buitenwereld toe. Dat jij dit soort dingen komt zeggen. En niemand uit de gemeenschap van deze mensen. Nee, ping de man tak no duas aan die zee. Het gaat in je nadeel worden, werken. Weliswaar misschien niet vanuit Albina tot Nikeri. Want ja, dat heeft iedereen een mening. Maar bekijk dat ding op een heel andere manier, Isabi. En mensen, is dat fout noemen, toch? Ja, zo. Wij bekijken zaken op een heel andere manier. If you vind niet dat, ja, we willen een regering van recht en wet. Dan in no kan go actie, toch? Maar je ziet telkens, als aan je go naar Brunswijk, de mij go actie. Naar Santoki, ja, president. Isabi, je ziet dat je zo even praat, snap je dat, ja. Je nog kan doen, want ja, amand is ga door een seconde. En mensen zeggen, ga door een seconde. Weet je, en ik ga er straks op komen, want er is ook iets, Isabi, van CARICOM voorzitterschap. Voor Santoki, Isabi, taki. Hoe nee, begreep dit aan dat, maar ja, goed, ik kom daar straks op terug. Maar, dit ding, if you know, begin leer aan bevolking voor UNO, dat je om doet, dat je in elkaar actie. Je gaat vragen aan een parlementariër om mee te gaan met jou voor pleeg, wang, overtreding of een strafbare feit. Je you kan know, actie, zo'n man, in alle redelijkheid, mensen die beschaafd zijn, je kan dat niet vragen aan een parlementariër of een vicepresident en een president. Je kan actie. Want jij nodig op de man. Je nodig op de servie. Dus ja, mensen, ik weet het niet hoor. Ik wou dat er deze woorden aan vuil maken. Voor mij zeg ik van ja, is een hele lastentorie, Isabi. Dan krijg je weer iets, mensen, wateroverlast. Ik heb dan net een klein gesprekje gehad met Paul en Liane, Isabi, want ja. Wateroverlast in Suriname. En dan, ja, je vraagt je af van, jongen, oké. Heel triest voor die mensen die daarmee geconfronteerd worden. Isabi, je zou een ding moeten doen voor hun, hoe heet het, een actielikkie Giro 555. Ja, dan moet je bij mij wezen, want ik geef geen stuiver. Isabi, mensen, aan een takkie greedy. Maar ik zeg, nee, ik laat me niet bedonderen en belazeren door hun. Maar dat is mijn ding, hè, mensen. Nogal, volg me. Volg je eigen hart. Ik heb mijn eigen boeigrienen ervoor. Maar, oké. Wateroverlast Suriname. Ja. Wat moet je ermee, mensen? Dat is de vraag, Isabi. Want, look nou. Ik blijf het zeggen. Alle jaren in hetzelfde rommel in het binnenland weer. En goed opletten, hè. Ik gebruik dat woord, rommel. Alle jaren, Isabi. Ik zeg één ding. Zolang er een specialist, een kundig persoon, niet naar voren kan komen en zeggen, meneer Singh, ik ben het niet met je eens. Het is niet zo. Want ik ga zeggen, kijk, deze mensen hebben het aan zichzelf te wijten en te danken. Na de meking, Isabi, en dat begint maar leren altijd tak jereno. If na you meking, Isabi, dan basuku, bafini, bachari, Isabi. You zoeken. Evening, afficharing, Isabi. Dus dan, zonder pardon, geen medelijden voor jou. Weet je bekijkt het maar. Isabi, ik ben daar keihard in. En wat bedoel ik, mensen? Kijk nou, waarom zeg ik dat het een eigen schuld is? Ja, wij hebben hier geleerd, mensen, waterpeil. Dan waterpeil, Isabi, dan niet bedoel dat we gaan zien. Want dan water, dan we peiling. Nee. De grondwaterpeil op de bodem, Isabi, tapsanti, Isabi. Hier zo, luku den dijken naar Uno, ja, want dijkgraven wakka heer dijk kilometers en luku en marki om een waterasdooi naar dijk naar zijn te alleen kontakasani aan een soort spons, Isabi, hij zo ging en aan een broko. Maar is in een padisi, dan mij kabon. A bon routoune hoor wateramar, want ja, er is geen boom. Weet je, die dat ding stevig vasthoudt. De mij dikke go-to, de mij verplaatsa watera. Voor one say, na een bombige pompo, na een lesane spoitika, want dat zei. Je verstoort dat hele natuurlijke ecologie in Suriname. Dat dit je zo alleen kon, dan krijg je overstroming. En dan zeg ik, oké, goed.
Zolang een wankundige persoon nog kon dat, ja, maar no, ze hebben het aan zichzelf te weten, want ja, de tranga is in om doazan is Isabi. Dan zeg ik, ja, dan moet je geen stuiver geven aan hun. Nou, Filip denk, met de pina, Isabi, basukuma feni bachari. Want, jeren mensen, in een temi tak alleen een consorso in het binnenland. En in Apura, Washabo section, alleen een koer, dat ben, no. En net zin als nee. Maar er zijn niet zulke grootschalige activiteiten in die dorpen. Terwijl ik op binnenland van weer vernietiging. En ja, dan lonko naar een helikopter, konginjan, dringi, wat er al. Ja, mensen, moet je luisteren hoor. Die dingen zijn niet aan mij besteed hoor, Isabi. Want ik vind het een hele kwalijke zaak, Isabi. En elke jaar, ik kan dat ding gewoon pinpointen. Het gaat weer komen. En ja, ik weet het niet. Laat me je meenemen, dan ga maar luisteren, Isabi. En ja, Isabi toch, ik ben hier keihard in. Grote delen in het Matawai-gebied zijn blank komen te staan door de aanhoudende neerslag van de afgelopen periode. En dit is al ongeveer 2 weken het geval. Volgens enkele dorpelingen is de waterstand op bepaalde plekken, zoals Misalibi en Bilawatra, boven de 4 meter hoog. Volgens DC Walter Bojaski van het bestuursresort boven Saramaka is de situatie alarmerend. Wat zich nu in het gebied afspeelt, het is alarmerend. Al die dorpen zijn onder water gelopen. En wij proberen nu stappen te ondernemen om de mensen tegemoet te komen met wat de mensen nodig hebben. We hebben het bestuurders ingezet om de mensen te evacueren samen met de gramang, het traditioneel gezag. En we hebben de mensen geëvacueerd naar hogere gebieden. Dus, maar morgen zijn we bezig met de minister van Ros. Ik heb ook NCCR op de hoogte gesteld om te kijken wat we morgen kunnen doen voor de mensen. Ja, mensen, dat was een bericht van, hoe heet het, wat is aan die ding? Die districtscommissaris, die Amanko kreeg een autogoenu, weet je, oké. Okay. Maar Matawai toch, mensen. En ik heb een grote mond gehad om te zeggen van, ja, ze zoeken het zelf naar de houtkap, naar de zandati, weet je. En ja, deze mensen, Isabi toch, die net dragen bij om zaken gedaan te krijgen in hun dorp, zodat je vooruitgang kan brengen. Dus ja, de mij met de money, de mij met de plezier, niet dringen naar de money. En ja, te faya mij ding, dan ja, land hem kom. En ik zeg je mensen, kijk nou, Yusha Sandisi, fotoman, en kijk nou, voor dit soort dingen vind ik dat je moet komen protesteren. Je moet komen protesteren hiervoor. Weet je, dat je tegen de regering zegt, nee, er gaat geen flesje water daar naartoe. En waarom kom ik tot deze conclusie? Wij gaan u meenemen naar dat plek waar dit ding heeft plaatsgevonden. Matawai-gebied, hè, Isabi. Toen de tijd, we gaan terugkijken, hè, mensen. Want annonces voor Suriname zetten mij tak achteruit. Kijk, spiegel naar de zand, Isabi. Dat is niet aan ons besteed. We gaan terugkijken. Want dit ding is het gevolg van de manier waarop deze mensen leven, Isabi, die is naar gevolg, Isabi. Dus je kon de klok op gelijk zetten. Asan is Ipsa Alayari en Ipsa Yari, die is toe, ook toe, Isabi. Dus dit is mevrouw Yvonne Pinas, Minosabi Yari, want wauw, Pinas ja ook toe. Maar mensen, ik kom daar niet tussen. Maar toenmalige districtscommissaris, zij heeft jou wat te vertellen. Ga maar luisteren. Ja, want wat er hier zo gebeurt. We gaan luisteren, mensen, naar mevrouw Yvonne Pinas. Ik moet je vertellen dat er ontzettend veel nog moet gebeuren in het Nieuw-Jacob-Kondri-gebied. Niet alleen hier, zeg maar het totale Matawai-gebied. U heeft zelf de minister gehoord in het parlement, waarbij hij aangeeft dat eigenlijk het doel wat men had willen realiseren, dat niet gelukt is. Maar we gaan door. Wat belangrijk is dat we weten dat door, u ziet zelf, door de ontwikkelingen heen, hebben we kunnen constateren dat
er de achterstand die heerst in het gebied. Als we even nagaan, dan moet u even checken. RO bijvoorbeeld heeft personeel hier. Voor de rest is er niemand anders die economische activiteiten ontplooit in het gebied. Je hebt ondernemen. Dit gebied is rijk aan goud en hout. Er wordt goud gewonnen in het gebied. Maar de vraag is, waar gaat dat geld naartoe? Dat is wel een vraag die wij met ons allen stellen. Ik denk dat we op dat gebied nog orde op zaken moeten stellen. Want als je naar het gebied komt, zie je ontzettend veel gouddelvers. Wat mij heel erg pijn doet, is dat we ook stropers hebben op het gebied van hout. En dat moeten we ook gaan aanpakken. Want al dat soort middelen waren in staat dit gebied tot ontwikkeling te brengen. Ik denk dat we moeten kijken van het hout gebeuren. Want we zien dat er districtsfondsen zijn in het binnenland, de dorpen. Van de districtsfondsen, fonds die er zijn, moeten we kijken als we geen met de mensen moeten gaan praten, zowel het traditioneel gezag, dat de middelen die voortvloeien uit de gemeenschap bossen, dat het ook de dorpelingen eigenlijk ten goede komt. Maar om het geld ook anders te gaan besteden dan dat tot nu toe het geval is. Ja, mensen. Toch waarom ik tot deze conclusie kom. Deze mensen kunnen zelf voorzienend zijn. Maar ja, waarom ga ik het doen? Mijn andere niet met mijn plezier. De faya met mij. Of land die kon aan, je helikopter is, sorry, maar dat lukken van wie je hebt. Nee, je moet een keertje, ja, als een strenge huisvader optreden en zeggen, nee, brada, jij krijgt niets van ons. Opgedonderd met jou. Gewoon show de meter op. Weet je, dat moet je ook kunnen doen een keertje, Isabi. Maar, Isabi toch fout, hè? Ja. De jaar drink je met de money. Dan gaat het anders hier. En ja, de stadsmensen moeten het gelag komen betalen. Want ja, hun belastinggelden, de mensen die belasting betalen, en niet alleen stadsmensen. En Isabi, je kies allerlei reactie. Ja, maar ja, binnenlandbewoners betalen ook belasting. Ja, nou, dan moet je mevrouw Pinas, Yvonne Pinas bellen en zeggen van, ja, waarom zeg je dat ding? Waarom zeg je dit? Maar we gaan nog een stukje verder luisteren van haar mensen. Die ontwikkeling moet er zijn. Kijk nu bijvoorbeeld, er is nu een ICT-lokaal geopend voor die kinderen. Het moet voorzien zijn van airco. Zonne-energie, die is er, maar het is nog niet wat het wezen is. De capaciteit van moet verhoogd worden. Maar dan moeten we weer gaan aankloppen bij mensen. Terwijl er ontzettend veel geld hier is in het gebied. U ziet daar leerkrachtenwoning, zelfinitiatief van de bewoners, middelen uit hun goudreserve die ze hadden. En het is hun doel om die leerkrachtenwoning te bouwen. Ze staan al enkele jaren hier, niet afgebouwd. De persoon die ermee belast was, het kan een stichting zijn, die zeggen er is geen geld meer. Maar ga kijken, alleen in het Matawai-gebied hoeveel gouddelvers er zijn. Is het nou geen tijd om te zoeken waar deze mensen zijn om ook te investeren in dit soort dingen voor de kinderen? Want het zijn de kinderen van dit gebied die eigenlijk van moeten profiteren. De leerkrachten komen helemaal uit Paramaribo en daar hebben ze geen goede huisvesting. Men is ermee begonnen en men is gestopt met het project. Ik zal een deze dagen vragen waar de middelen zijn gegaan. Waarmee men bezig was, dat men bezig was om dit gebouw af te bouwen. Het moet afgebouwd worden ten behoeve van de leerkrachten. Als u gaat kijken waar ze wonen, is om te gaan huilen. Daar ze nog vandaag hier zijn, mogen we God dankbaar zijn dat ze hun hart op de juiste plaats hebben. Het zijn dit soort kleine dingen. Volksgezondheid, als we dat moeten bespreken, vandaag komen we niet klaar. Maar ik doe toch een beroep op de overheid. Natuurlijk ben ik een verlengstuk van de overheid. Dat we deze dingen aanpakken. Ja, mensen. Begrijp je waarom ik tot deze conclusie kom?
Weet je, dan moet je luisteren. Kijk nou even. Zij is daar DC en ze ziet het houtkap, goud, allerlei dingen. En nou, wat maar niet dragen bij. Districtfonds, districtkas, niks neko. Nee, naar landteam kapot money. Ja, weet je. En er is nog wat moois wat ik je wil zeggen. Kijk, wij waterhuishoudingen, mensen. Isabi, waterhuishouding met betrekking tot dit soort zaken. Dan moet je kijken, degene die zelf voor de vernietiging zorgt van hun woongebied, Isabi. Dan heb je mensen gekomen, parlementariërs, ja, om jou te vertegenwoordigen. Prima, Isabi. Even kijken hoe mensen, ik doe, ik, je weet toch, multitasken naar de wandati. Maar zijn dat nee, koti, oké. Okay. Ja, je hebt dan, hoe heet het, parlementariërs gekozen om jouw dingen, belangen te behartigen in het parlement, snap je? En dan, in plaats van man behartig jouw belangen, weet je, mensen, als dan samen want hij scoro en Isabi toch zijn naam al Mandy, want ja, kijk, dat we iemand hebben gekozen in het parlement en een man begint weer das jas naar de stand, dat hij wil nog niet zeggen dat die man kundig is. Dat is niet het geval, dat is niet per definitie het geval. Ja, Jere, verstoring van waterhuishouding in het binnenland, Isabi. Die parlementariërs die daar wonen, laat me jou twee voorbeelden geven van een hele verkeerde keuze waarbij wij de waterhuishouding in het binnenland konden reguleren en takkie ook een bijdrage zou kunnen leveren, tenzij een kundige persoon kon, dat hij me dacht, ja maar het is niet zo, het is niet zo, je klets uit je nek, Isabi. Maar laat me jou twee voorbeelden aangeven van binnenlandbewoners die gekozen zijn door de binnenlandbewoners, dat gaan mijn belangen behartigen. En dan kijk wat voor besluiten ze nemen, Isabi. Ik heb het over het Tapajai-project, Isabi. Het Tapajai-project zou perfect zijn voor de Surinamers in de stad. En tot en met Nikeri, Isabi. Waarom? Het zou extra stroom opleveren, maar het zou de waterhuishouding in het binnenland kunnen reguleren. Maar omdat de man is nog aan scoren de noleri, en dan kan je inaf takken zo cru, ze zijn niet kundig op dat gebied. Daar komt het een beetje beter over. Maar na sem sani, de man dong, Isabi. Weet je, dan gaan ze fouten besluiten nemen. We gaan luisteren, mensen, waar ik het over heb. Ga maar luisteren. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de voorzitter. Ik wil allereerst de president bedanken voor de wijze waarop hij antwoord heeft gegeven op de gestelde vragen die ik achter de politie. Eerder heb ik mijn complimenten gegeven. Wil ik van hieruit nog een keer de president bedanken voor de melding dat het Tapajai-project is stopgezet. Is stopgezet, mevrouw de voorzitter. En wij willen hem bedanken daarvoor. Omdat de totale gemeenschap in het binnenland, die dat zeker heel blij zijn, mevrouw de voorzitter, met deze melding. Ja, het Padjai-project is stopgezet. Bedankt hoor, de hele binnenlandse gemeenschap is blij. Ja, maar zijn ze blij nu? Zijn ze blij nu? Ja, de voet in, Nati, weet je. Dit is één van ze. En er is nog eentje. Ja, van waar je ziet dat er een hele foute besluit wordt genomen door mensen. Die, en dan, ja mensen, kijk nou. Je noemt Kirmi, Isabi, naar de Sandati. Maar je moet een beetje consequent zijn toch. Je neemt besluiten ten nadele van jezelf. Ten nadele van jouzelf. Weet je, dat had jij project, Isabi. Dus ik ga jou meenemen weer. Nog ook zo'n figuur. Ook een binnenlandbewoner. En dan een man van Apoorajer. Nou,
Isabi, ga maar luisteren. Ga maar luisteren. Isabi, wanneer jij het hebt over de dingen, dan wordt het in het enige wat je moet doen, je moet harassen kon in het racistische. Isabi, moet je, ga maar luisteren. Zei de Mickey vandaag er na schootwinning en houtkap het binnenland onder water loopt. Ja. Dit is ook een van de redenen. We gaan luisteren naar deze mevrouw. Ook gekozen door binnenlandbewoners. Ik ga mijn belangen behartigen daarop. En doe het goed, ja? Hier is Otegi. Ik kom alleen naar boeren. Kijk aan je zien, mensen. Het nadenken. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het lid Jogi heeft gesproken over het Tapajai-project. Hij geeft ook aan dat de president dat project heeft stopgezet. Nog een keer, voorzitter. Hij geeft ook aan dat de president dat project heeft stopgezet. Voorzitter, ik hoop dat de mensen in het binnenland ook mee hebben geluisterd. Omdat het lid dit meerdere malen heeft aangehaald hier in uw college. Een politieke partij, voorzitter, was laatst ook misleidend bezig om aan de binnenlandbewoners voor te houden dat de president Disiwan Tapaliba. Voorzitter, terwijl deze president geluisterd heeft naar de mensen en dankzij deze president Bouterse is het Tapajai-project niet doorgegaan. Voorzitter, via u vraag ik het lid Jogi. Lid Jogi, weet u wat er daar in het binnenland met de mensen gaat gebeuren als dit project doorgaat? Dus praat niet meer hierover, want amoni ano be you money, ano you money be going na project. Ik verzoek u, dank u. Ja, en hoe allemaal hij lafu, nou dat is aan dat hij. En deze personen nemen nooit verantwoordelijkheid, want ze zijn niet opgevoed met verantwoordelijkheid. Isabi, had jij deze project wel doorgezet? En ja... In een consorie dat je geen verstand van zaken had. Want dit is pure. Asma die zei over misleiding. Zij heeft haar eigen mensen misleid. Jij kon de waterhuishouding door middel van het Tapajai-project reguleren. Nee. Totaal geen verstand van het Tapajai-project. Ja, daarna vroeg ze, want hoe lesief gebroken zijn niet. Daar gebouwen, want er is een Isabi, nee, hoe nee, doe wat aan de libuno, Isabi. Klaar, weet je. En ja, dan ga je dit krijgen. Isabi, dus ja, wanneer ik tegen mensen zeg van ja, moet je luisteren, ik kolibi meer, Isabi, je bekijkt het maar. Ik steek geen poot uit en ik hoopte dat deze regering ook, hoopte dat deze regering dat ook zou zeggen, dat ik, brada, basukuba fini bachari, je kabusi. Je dikke goto, je verstora heerwaterhuishouding, dat bij Yusrevi. Destijds hadden we een mooie plan, dat was van die ingenieur Frank Esset, die naast de bouw van de dam dit plan ook had opgemaakt destijds, want om de capaciteit van die dam te vergroten, zodat de binnenlandbewoners kan komen op tv, sorry, dat ja, wa jacuzzi, en isabi toch mensen jacuzzi, in het krofaya dei bron, dat wat rijk koeko. Nee, je hebt dat stroom. Dus dan heb je er stroom, Isabi. Maar, anomitoria mensen. Ik zeg je, if one actiebod dit dat jou helpt binnenlandbewoners, zou ik je openlijk zeggen, nee, ik doe het niet. En dan noem me racist, noem me mij discrimineren. Nou, dus dan, ja, dat kan. Ik heb je uitgelegd waarom ik het niet zou doen, Isabi. Dat is met betrekking tot, hoe je dat denkt, wateroverlast, Isabi. Er is ook een berichtje hier in de nieuwsmedia hier zo geweest, met betrekking tot weer een fonds van bijna 400 kilo cocaïne, vanuit Suriname, hè, Isabi. Dat is komen vast te staan in een container hier in Rotterdam. Mensen hebben ze dat kunnen achterhalen en in beslag genomen, Isabi. Ja, dit ding gaat één probleem veroorzaken, maar het is goed voor Santoki, weet je. En mensen goed opletten wat ik ga zeggen, het is goed voor Santoki, omdat hij dan eindverantwoordelijke is als president.
Je had nooit met Brunswijk moeten samenwerken, want bij de ABO, bij justitie, ga je dit soort dingen krijgen. Met die oplichters, dieven, bedriegers van de douane op de havens, weet je. Zowel Jules Zetnihaven als Sanderij ga je dit soort dingen krijgen, Isabi. Dus ja, je had niet met hun moeten samenwerken, want dan had je iemand van status en allure kunnen plaatsen op justitie, Isabi. En dan had je streng beleid kunnen doen, want de man die slik atompai, dan hadden we natuurlijk, je weet dat het mensen zijn die totaal niet functioneren. Ze krijgen opdrachten van hun topleider die ze daar gezet hebben, en dat is meneer Brunswijk. En dan ga je altijd een probleem hebben met justitie. Want als je dat ding kijkt, wat er in Suriname heeft gespeeld, met betrekking tot die Scalians, ja, daar zie je dat mensen, men in Suriname iets had moeten doen om de Fransen gerust te stellen. En dan zei ik, zie, de mannen betrekken politie erbij. Alleen maar militairen hebben die actie uitgevoerd. En ja, de maatschappij kreeg zodanig, dacht, hey, dat valt, of wat. Dus dan krijg je ruzie, maar ja, omdat de man die hierbij kon in het parlement, bel voor, dat hij van de aanbouw bedacht, ja, we gaan de Scalians aanpakken, zo mofo. Nou, dan moet je zaken buiten hun omdoen, dan ga je dit krijgen. Isabi toch, mensen. De binnenlandbewoners, mensen, die moeten vreselijk op hun hoede zijn, mensen. Isabi, meneer Taktaka 400 kilo afdenk, maar ja, eenzelfde soort gelijke hoeveelheid is in beslag genomen bij een voormalige beveiliger van Brunswijk. 400 kilo ook toe. Isabas aan die voor Smaragdstraat, no? Mensen. Een paar weken terug had ik het erover. Voor dat ding van Jason Pinas, Isabi. Maar 400 kilo, Isabi. Ja, telkens weer 400 kilo, Isabi. Ik weet het niet, mensen. Maar dat is wat ik daarover kan zeggen, Isabi. Er is iets anders wat ik wil zeggen. Ook, en daarom, en ik ga dat hier openlijk zeggen door deze microfoon. Suriname staat gekandideerd om de lidmaatschap, de voorzitterschap van de CARICOM te bekleden. Je zou zeggen, elke Surinamer zou trots zijn. Maar nee hoor, mooi niet. No. Quit, quitie. Isabi. We zijn niet trots op dat ding. Weet je, ja. De VES heeft een brief zelf geschreven na de president rechtstreeks. Dat jongen, je noemt doasan dat jongen, dit en dat. Mensen, hoe zit dat ding in elkaar, jongen? Fawaka, sepsaja, jongen. Sepsaja. Weet je, ik zeg, ik zou daar trots op zijn. Want hierin, oké. Is toch gratis reclame? Suriname is voorzitter van de CARICOM. Hij is, ja, hij is aan een voorzitter. Hè. Ze mogen de stoel gaan bezetten voor een aantal maanden als voorzitter. Jonge mensen, ik zou dat zo uitbreiden en uitbuiten, Isabi. Maar in Suriname is men niet blij daarmee. De man nul was aan dat hij. Ja. Oké. Wat schuilt er hier achter, mensen? In Golukas, aan het of in dat ik het collega uit, jongen, tegen wat? Programmamakers zijn er doodgeslagen mee om de redenen naar voren te brengen van hoe, waarom we tot zo'n slotsom zijn gekomen. En ik zeg, oké, Goluku, laat een beetje inzoomen erop. Maar voordat ik daarop ga inzoomen, mensen, kijk nou, ik heb een paar apps. Kom hier, Lukus, aan mijn schriftje. Isabi, dan gaan we dan weer. Dan gaan we daar een beetje uitgebreid op in. Ja? Dus ik neem u mee even naar die apps, hoor, mensen. Oké, laat me kijken wat we hier zo hebben. Weet je, want if you take a thing, they schreef me, dan... Ja, oké, mooi zo. Goedemiddag terug. Even kijken. Man, die is vroeg ook, of niet, jongen. Zoals een manke regie, maar de Njansan die ze. Even kijken, dit bericht is verwijderd. Oké, mooi zo. Ja. Goed zo. Mensen, je kan die dingen voor me sturen, hoor. Allerlei video's en die dingen, maar ik ga me daar niet aan verbranden, want is die Samsung van Ning? Belfort, toch? Belfort heeft een publiekelijke statement gemaakt, mensen. Om te zeggen van ja, tegen
Jogi. Want Jogi, schrijf in Gotak, Kurtutak, ja. Ik heb 68.000 hectare grond. En de rechter heeft een uitspraak gedaan. En ik moet, jere mensen, te Belfort et Douansani, Samboom, in takking ook toe. In takking toe. En ik, mijn petje af voor hem, dat hij gewoon, lekwam, jajamang, aman kon, aman lees van statement. En hij heeft de rechtbank niet net als Boutersen vernederd. Rechter, jij hebt gekeken, je hebt besloten. Ik accepteer je vonnis, Migo, dat je karwang jajamang. En daar moeten we trots op zijn, Isabi. Dus ik zeg één ding, zo hoort het, zo hoor je om te gaan met elkaar in een democratische rechtsstaat. Ja, een rechter doet een uitspraak, die noemt het, ja, maar ja, Joginemang Kuliman, rechter, meeste rechters zijn in de Stanen, ja, dan wil ik kiezen aan. No, je noemt de was aan dat die mensen, weet je. Je legt je neer bij dat vonnis, of je gaat in beroep tegen dat vonnis, dat kan, Isabi. En daarom zeg ik je, kijk, je kan allerlei spraak oproepen, al dat soort dingen doen voor me. Ik ben daar voorzichtig mee, mensen. En video's, ja. Isabi, zolang ik nog controlering, ik nog behandeling. Maar blijf ze sturen, want na die, mijn programma ga ik zitten luisteren. Oké, goedemiddag, Geersing. Fijn en leerzame uitzending. Toegewenst. Moeilijke Willevrede staat ter discussie. Ook in Suriname. Groetjes, Herman. Ja, het is inderdaad waar. Oké, even kijken. Goedendag, meester Singh. Suriname wil dat de diaspora daar gaat investeren. Nu probeert de minister van LVV, Sudin, en nog wat invloedrijke vriendjes, de Dokse Club van de heer Van den Berg en Bakkara, om Bakkara kapot te maken. Hij zit daar al 12 jaar en heeft onder andere zelf de weg open, geknapt, water en stroom geregeld. Hij probeert nu kippeneieren in te voeren en krijgt geen invoervergunning. De rechter heeft hem wel toestemming, maar toch blokkeert de Sudien de import. Nog even, wie zitten hier achter? Importeurs van kip of misschien Kerpalani? Investeerder, u bent gewaarschuwd. Groetjes Ger. Je hebt helemaal gelijk. Vandaar dat hier zo investeerders ook in Nederland, die destijds bereid waren om Santoki te ondersteunen, maar ze dat Oesitaka geworken naar Brunswijk, hebben ook gezegd, ons geld, onze investering is daar niet veilig, dus hoe nee doe ik. Maar luister, is waar. Kerpalani is een VHP'er. En die mannen hebben ruzie, Kerpalani en dingen. En meneer Sudin, die helpt meneer Kerpalani. Dus het is één vieze smerig spelletje, Isabi. En ik ga je één ding vertellen. Denk Koeliman die zie, no moet ik een fout die zie. Goed plein aan man die zie Van den Berg. Want, Isabi toch, hij woont niet in India. Isabi, dit ding, wanneer hij bij de autoriteiten hier aanklopt, dan ga je zien dat er op hoog niveau allerlei zaken geregeld gaat worden. En kijk, ik heb net verteld, Takimi Finn, op dat gebied van, Belfort, dat ik nou een Jaja Kankamang, omdat hij dat vonnis accepteert. Die meneer Sudin moet zich diep schamen. Wanneer een rechter een uitspraak doet, dat Juliki minister van LVV, je gaat dat ding, die vonnis naast je neerleggen en je gaat het toch blokkeren, dan zeg ik, ja, you are one jaja kankan kuliman. You are one echte Hindustani, Isabi. Want ik ga je straks iets anders laten zien, hè. Mensen, laat me jou eerlijk zeggen, Yusi Santoki, hij is president, ja. Hij gaat een legacy laten, ja. Maar het moment dat hij deze leugenaars, bedriegers, oplichters, die in en rondom de VHP zitten, die zijn legacy gaan besmeuren, dan heeft hij het aan zichzelf te danken. Het zou hem sieren als hij al deze Hindustanen, Isabi, gewoon opdondert en op showdemieter. Want je hebt vreselijk veel Hindustanse dieven in en rondom deze
ministeries en dat presidentschap. Weet je. En ik zeg je ook als Jaja Kankan Kuliman. Ik heb hier moeite mee. Omdat, ja, Isabi, wij leven in een gemeenschap. Tewan Kuliman. Komt daar geen tafasie. Tewan Hindustani man. Is een oplichter, bedrieger. Ja. Een dief. Dan zeg ik één ding. Het heeft zijn smet op alle mensen. Net als ik zei, Karin, met trots een Kuliman. Isabi. En daarom zeg ik je. Unune, je hebt de man die ook toe. En omdat je in Santoki trouwens, ja, Santoki moet je nagaan, dat naam. Dan moeten we het eens zijn met jou. Als jij het lef hebt, die Seudin van LVV, om als minister zijnde een rechterlijke vonnis gewoon, ja, naast je neer te leggen en je eigen weg te gaan, dan moet jij echt, dan moet Santoki echt aan krasen baka ede. Dat accent schreef je dat zei, jongen, Isabi, als je dat wil hebben. Want dan ben jij een president, een marionet, dan kunnen ze jou gewoon sturen. Ja? Dit hoort niet, mensen, Isabi, en dit is een hele kwalijke zaak. Even kijken hier. Oké, meneer Singh, ik ben blij dat u weer terug bent. Ik niet hoor, ik ben niet blij dat ik terug ben. Maar goed, ik was de afgelopen tijd op vakantie. Dus heb je programma niet kunnen volgen. Ik ook. Weet je, dus maak je niet druk. Meneer Singh, deze mensen zijn niet bekwaam. Ze lopen qua ontwikkeling 100 jaar achter. Dat moment. Jereno. Kijk, laat me je eerlijk zeggen. Dat ino bekwaam, maakt niet uit. Maar nog compleet dat ja sabiso, Isabi, wanneer je dit soort dingen doet. Ja, kijk wat voor problemen jij hebt veroorzaakt voor die binnenlandbewoner. Omdat ja, Jogi noem contact niks over Tapajai project. Want ja, die mensen in het binnenland moeten weten hoe ze misleid worden. Ja, Tide, wie heeft wie misleid? Is dat niet toch, mensen? Goedemiddag, minister Singh. Ik ben al afgestemd. Groetjes Steven Doornkamp, Suriname. Meneer Doornkamp. Ja, vroeger, Isabi. Ik zeg het je, zo vroeg, weet u. Oké. Mensen, dat waren mijn apps. Blijf ze sturen, hoor. Ik keer terug, mensen. Ja? Ik was gebleven bij die mensen van de VES. En ik heb u net gezegd van, ja, Hindustanen. Enorme dieven, schurken, bandieten, bedriegers, noem maar op. Oplichters, Isabi, in en rondom de VAP. In en rondom ministeries. En daar moet die Santoki. Het zou hem sieren als hij schoonschip maakte met bepaalde mensen. Snap je? We werden doodgeslagen met berichten van een meneer Swami Girdari van de VES, mensen. Ze hebben een gezamenlijke brief opgesteld en naar de president gestuurd. Dat ja, kijk nou, jij moet geen voorzitter worden van de CARICOM. Ik vraag me af, jongen, jongen, hoe kan je zoiets in je hoofd halen? Het is juist prachtige reclame. We zijn naar Dubai geweest. We hebben daar zo aan de gemeenschap, de wereldgemeenschap kunnen uitleggen van Jeren, kijk, voor zo om ik wel fout we hadden. Want, ja, fijn moest dat zeggen. Laat me voorzichtig zijn, maar we hadden een idioot. Die zei bij staatsgreep naar de standaard bij de minister-president. Weet je, maar we hebben die pad achter ons gelaten. Ja, we hebben democratische verkiezingen gehouden nu. En ja, ik ben een democratisch gekozen president. Dus ja, denk aan Suriname een beetje, Isabi. En mensen, is vast aan maar. Ja, maar nou is don toch dat ik de man kon. Nee, onzin. Want ja, je na verstand, je weet niet hoe het werkt. Dit zijn de eerste stappen naar like one baby. Je kruipie, Isabi. En pas later, je leer wakker. Dit zijn de eerste stappen dat je de wereld kenbaar moet gaan maken. Dat ja, we zijn afgestapt van dat afgedwaalde pad van ons, Isabi. Oké, Dubai. En mensen, bereid je voor. Want ja, kijk nou, april zei Kong, Floriade, Suriname gaat ook weer promoten. Ja, laat ze hun reputatie schoonhouden. Weet je, en aan de wereld laten zien dat je ook kon kiesverstand. Hoe die baas aan dat de Surinaamse bevolking. Dus ja, denk ook aan de Surinaamse bevolking. En je hoeft
Wij gaan onze hand niet openhouden. Ik ben geen money. Nee. We nee actie money. We actie met die kong naar onze kondre kon investeren. Ja. En dan krijg je dat ding van die meneer van de Dokse Club. Ja. Dat is geen goede reclame voor Suriname. Hoe ga je investeerders zo? Kijk, je hoeft de rode loper niet uit te rollen voor meneer Van den Berg. Maar in een potie hindernissen ging. Weet je, dat moet je niet doen. Die meneer Sjoerdin, als het zo is, en daar heb ik het puur en zuiver om, dat rechterlijke uitspraak, dat hij het negeert en naast zich neerlegt, dan zeg ik van ja, hij heeft wat uit te leggen hoor mensen, Isabé, en dan die Santoki ook. En daarom zeg ik, kijk, ik ben trots om één van die leden van Diaspora te zijn, dat toen wij hoorden dat hij in samenwerking aan zou gaan met Brunswijk en hij niet geweigerd had en gezegd had, nee, dan ga ik in de oppositiebanken zitten totdat na de verkiezingen, weet je, weer. Hij is doorgegaan ermee, ja. Dan, diaspora geld komt niet naar Suriname, mensen. Ubumau no lau, Isabé. Dus, de vest, mensen. Suriname als voorzitter. Tijdelijk, hè, Isabé, omdat roulatie toch, mensen. Oké, Suriname voorzitter van de dingen. CARICOM, heel mooi, Isabé. Waarom zou de VES niet willen dat Santoki voorzitter wordt van de CARICOM? Waarom? Dat is een mooie vraag. Vind ik hoor. Dat is een prachtige vraag. Ik zeg van, die mannen hebben een statement gegeven en dat soort. Ik zeg, Temilisa Sanatamtaki, ach, Jereno. Ik prik er zo doorheen. No. Dit kan nooit de oorzaak zijn waarom jij niet wil dat Santoki de voorzitterschap gaat bekleden voor 6 maanden. Dat is onzin. Ja, het is druk met IMF, je moet dit. Man, scheid toch uit. Isabé, als jij zegt jouw econoom en je no mango lega bevalken uit, dat je hier in Obrada, Sanamang, de eerste komende 5 jaar, Kotbere. Ja, en Sdong, Upaya Paimang, daarna 5 jaar, de regering, de Oesaluku, want dan hebben we een beetje lucht. Even normaal, leg eens aan dat uit. Weet je, dat omdoen. Je moet gewoon op de toko gaan letten. En ja, Serdenbakba, met winkelkong, inkomen en kong. Weet je, meer is er niet. Suriname valt niet te regeren nu. Suriname staat onder curatele. Dat is dat hele eier eten en unowana jera sanati. Suriname zit in de schuldhulpverlening. Ja, dat is alles. De IMF gaat je zeggen wat je moet doen om je weer een beetje te disciplineren. Ja, klap je nee, bagay. Nee, je gaat het zo doen. Klaar, punt uit. Isabé, dat soort dingen. Want je bent afgedwaald. Weet je, is net als een strafman in de gevangenis. Je gaat die man disciplineren om hem weer zodanig in de maatschappij te krijgen. Dat kan nog vooraan doen. Dat is Suriname, mensen. Cross no priet bradere. Ik keer terug naar de VES. Ik zeg je, ik heb er een heel andere mening over. Van waarom de VES een beetje moeilijk doet. Met name over, hoe je dat ding? De voorzitterschap van Santoki bij de CARICOM. Ik heb een mooi bericht kunnen zien van die meneer Achaiber Singh. En ik denk dat het er veel mee te maken heeft. Veel mee. Ik ga het nu onthouden, ik ga het met u delen, mensen. Ga maar luisteren, Isabé. Waarom ik denk dat de VES niet eerlijk is. Ja? En de gemeenschap op een verkeerd been zet. We gaan luisteren, mensen. Enkele vragen gesteld die betrekking hebben op de uitvoer en invoer van vreemde valuta. Met name is eerder gesteld dat de uitvoer tot 10.000 US
dat daar geen registratieverplichting toe bestaat, dat voor de uitvoer tot 50.000 geregistreerd moet worden, voorzitter, en dat bij uitvoer en ook invoer, uiteraard, boven 50.000 vergunning nodig is. Ik heb eerder in uw college aangegeven dat er 2 vergunningen verstrekt zijn. En uw college heeft mij gevraagd naar informatie van de afgelopen periode over de bedragen die uitgevoerd zijn en weer ingevoerd zijn. Op 8 maart, meen ik zo uit het hoofd, is uw college voorzien van de informatie. En bij het analyseren van de informatie, voorzitter, zijn wij niet heel erg ver teruggegaan, omdat als je de trend bekijkt, dan valt op dat vanaf het 4e kwartaal 2021 de uitvoer van euro's explosief is toegenomen. Daarvoor was het rond de 500.000. In 1 maand was het 1,5 miljoen. Die cijfers zijn ter beschikking van u, reeds naar uw college gestuurd. Maar we zien dat in oktober, november, december de uitvoer ligt tussen 16 en 16,5 miljoen afgerond. Maar vervolgens zien we dat de invoer van, dat zijn euro's, dat de invoer van US dollars ligt tussen 14 en 14,5 miljoen. Dus er komen gelden terug naar Suriname, en de euro's worden omgezet en de gelden komen terug naar Suriname. De deviezencommissie is nog bezig om de cijfers van januari en februari klaar te maken. En zodra die beschikbaar zijn, zal ik u die ook doen toekomen. Maar de trend is duidelijk ingezet in het 4e kwartaal 2021. Waarbij we zien dus dat bedragen tussen 16 en, zeg maar 16 en 17 miljoen worden uitgevoerd. En weer ongeveer tussen 14 en 15 miljoen US dollars het land binnenkomen, voorzitter. Mensen, ik begrijp ze aan die stijgie. Isabi, kijk nou. Er wordt geld uitgevoerd naar het buitenland. Euro's, naar de Zandati. Ja. Moet je luisteren, mensen, kijk nou. Je weet toch, hij zegt, hoe aan vroeger zijn naar 50.000. Ik zou zeggen, ga je gang. Jij mag zeggen 150.000, zolang je je verhoging tussen nu niet keer aanbrengen. Mag je het uitvoeren. Mag je doen en laten wat je wil. Je moet wel rekening houden dat wanneer jij geld wil uitvoeren, ja, if je stapt op Schiphol en je zegt, ja, maar in Suriname is het gebruikelijk dat we 50.000 mogen uitvoeren. Hier, kijk maar, de centrale bank, die is dat teken, minister van Financiële Dingen. Ja, maar meneer, je bent nu in Europa. In Europa gelden er andere financiële regels, Isabi. Dus, jij hebt een probleem, Isabi. Je moet kijken naar dit geld. Waar gaat dit geld, via welke route, gaat dit geld Suriname uit? Dan ga je zien dat er 2 plekken zijn, 2 richtingen. 1 via Amerika en die andere via Amsterdam. Isabi, met Amsterdam bedoel ik Europa, mensen. Want we zien daar in België of Frankrijk of zo. Het is Europa, ze hebben 1 soort regel. Maar nu komt dat ding, want ja, wat heeft dit met de VES te maken? Isabi, en de voorzitterschap van de CARICOM. Wat heeft dat er daarmee te maken, Isabi? Ja, volgens mij, de weg naar Amerika is een beetje aan het diggelen geslagen. Isabi, als aan die voet van Trek toch. Van Trek is gekomen. Die man heeft geld van een federale bank, de FED, Isabi, genomen. En contractbreuk gepleegd. Archibon, contractbreuk, Isabi. Dit woord gaat straks weer terugkomen. Ja, maar dan, je hebt een contract met een federale bank, dan pleeg jij
een federal offense noemen ze dat, hè. Weet je. Dus de weg via Paramaribo, Amerika, is een beetje moeilijk geworden, ja. De weg naar Amsterdam is ook moeilijk geworden, want 19 miljoen is in beslag genomen. Dan krijg je een andere richting, via Guyana, Trinidad, Tobago, dan had de president. Kijk, Curaçao is ook afgesloten, want Curaçao valt onder Europese regels met betrekking tot Nederland, hè, Isabi. Dus de enige mogelijkheid is om via CARICOM landen dit geld weg te brengen en dan te laten zien, dit geld komt niet uit Suriname. Want mensen, kijk nou, Suriname is op een vergrootglas geplaatst. Suriname gaat geëvalueerd worden door financiële instituten. En de kans is groot dat Suriname in de problemen gaat komen if er een wijziging in beleid. Weet je, money laundering, we hebben dat gezien om en niet. Problemen kon. En dan nu 400 kilo cocaïne weer onderschept. Dus kijk nou, deze mensen, en ik heb altijd gezegd, kijk, de VES, daar zitten de zakenjongens in. Weet je, ze zijn economen, maar het zijn ook zakenmensen. En hun geld moet vrijelijk kunnen bewegen tussen Suriname en andere landen. En als jij nu een president hebt die voorzitter is, en voorzitterschap CARICOM is niet hetzelfde als wat er in Suriname gebeurt. Dacht ja, Malik Seudin, Mandu, alles. Nee, voorzitterschap van CARICOM, dan ben je de aanspreekpunt van alle CARICOM-landen. En dat is iets machtigs, mensen. Want ja, jij gaat Suriname ook indirect kunnen promoten, vooral als je het goed doet. En je hebt zaken gedaan. En er is één grote reden waarom deze jongens van de VES in paniek raken. Naast het feit dat ze zakenmensen zijn en hun gelden veilig willen stellen. Eén ding, ze begrijpen donders goed waar het om gaat. En programmamakers zijn niet goed opgeleid, inclusief ik. Dus ja, de man is kan kotjeer, ik weet het. Tapon dwarspoor, ik kotei van de nonsens. Maar ik zeg je één ding, kijk. Wanneer Santoki de dingen, voorzitterschap bekleedt en hij gaat de weg afsluiten, ook van CARICOM, voor Surinaamse zakenmensen, dat jij besmet geld niet via CARICOM-landen kan vervoeren naar Europa en Amerika onder het mom van nee, dit geld is niet van Suriname, is van bijvoorbeeld Trinidad of van Tobago of van Jamaica of noem maar op, Isabi, een of ander CARICOM land. Als Santoki dat gaat afsnijden, dan zeggen ze, ja, hey, kijk, we moeten omhandelen, we moeten in actie komen, hij mag dat niet doen. Want ja, via Amerika worden we streng gecontroleerd, Amerika heeft gelden ook in beslag genomen van Suriname, ja. Europa, dat min aftegi, 19 miljoen, die van Amerika, via Amerika was het 4 miljoen, weet u. Grote handtekeningen van de Centrale Bank van Suriname, dat geld. We hebben het gecheckt en al die dingen. Toch de man te geen beslag. En is hij van Wassenaam aan dit, hoor. Dat geld is in beslag genomen in Nederland. Ah, maar Gary, man. Vanaf kolonialisme, gomite, slavernij, kom. Met Bonnie Baron, Scholikeur, alle designers. Je ziet Amerika, ik neem mijn money in beslag. Allemaal pie. Want de man vrede, dat is door jouw plein. De kiezen zelf jouw plein. Ja, of de Amerikaanse agents poussen een dossier aan hoe dat boy nyang. Kon kiezen zelf in ons kreeg. Isabi, hoe ze was aan heeft die nou bouters het al. Voor ze reken. Amas door jouw plein, ik weet. 16 jaar lang, hoe nou zijn. Isabi, hij is met vakantie. Ja. Dus deze jongens van de VES, je moet het goed begrijpen. If Santoki goes doen dat bij, daar kon Queen zijn die ding. Hebben we een probleem, mensen, dan kan ons geld niet naar het buitenland. En dat moeten we niet hebben, Isabi. Want, kijk nou, Suriname kan het geweldig goed hebben in de dingen. Hoe heet het?
was dat ding. De voorzitterschap van Suriname kan geweldig goed werken en ten voordele werken voor de Surinaamse gemeenschap. Isabi, wat wij niet weten, Isabi, omdat we kijken, we lukken Brunswijk, we lukken Boutersen, dat interesseert ons al. Isabi, if you make my programma like this, dan is dat hij, ja, het interesseert mensen niet, omdat hij niet tak voor de zandati, weet je, dat is niet interessant. Weet je, dan gaat de zandati, want je praat over allerlei dingen, de manier begrijpen. Ga vragen aan Surinamers, om een ifden jere, voor tapajai project, en wat de link is met water overlast, dan gaat de zandati, ze weten het niet. Isabi, je noemt gewoon dat zitten, dan gaat de zandati, want ja, als zandati is niet aan mij besteed, omdat ja, je weet toch, wat de boer niet kent, lust hij niet. We kennen Bordeaux, we kennen, hoe heet het, Brunswijk, de mannen. Dat zijn interessante onderwerpen, als je daarover praat. En daar heeft iedereen een ding ervan, een mening erover, want toen bedreig je, want toen taekwondo, zijn niet over je cousine, racisme, al dat soort dingen. Weet je, allemaal dom gekletst. Isabi, de juiste zaken waar het over gaat, net als dit, hoe taki met hij in de aieren, want de man die zich voelt van de karing vest. Dat zijn de slimme jongens. Dat zijn de vreselijke slimme jongens. En daar moet je vreselijk voor oppassen, Isabi. Want als dit soort mensen slimme jongens zijn, moet je ook een beetje laten zien dat je of die leren, Isabi. Ja, nog zo'n boto, Isabi. Dus je moet daar voorzichtig mee zijn, mensen. Isabi, luister. Voorzitterschap van Suriname. Ja? Wat gaat het opleveren? Goed luisteren. Dit is de voormalige meneer Gringer. Hij had de pest aan Boutersen. Isabi. Maar hij gaat je iets uitleggen. We gaan luisteren wat hij ons uit te leggen heeft. Please. On my part, as you know, I was here last August for President Boutersen's inauguration. And we did commit to meeting again. So we're meeting again. We also felt it was necessary, now that there is a pause, having gone through the electoral aspect of politics in Suriname, in light of the current economic situation, and there is no secret that there is a legal situation, we felt it was opportune to come together to rekindle and renew our friendship and to move the process of integration further along. Let me make it clear. Guyana and Suriname are the hinterland of the Caribbean. We're the biggest countries geographically in the entire Caribbean. When you combine our populations and when you combine our natural resources, we are a powerful economic element in the Caribbean community. And it is natural. En ik kom ertussen, mensen. Ik kom ertussen. Jujere Saman, die zit daar. Ja? Wanneer je ziet dat Santokki dit oppakt en wil gaan doen, Guyana en Suriname kunnen een powerhouse worden binnen de CARICOM. Ja? Arki, zei tegen Arki. Weet je? Goed luisteren weer, hè? Want mi wantaka tjawa fadong, Isabi. We gaan luisteren, mensen, weer. Aspect of politics in Suriname, in light of the current economic situation, and there is no secret that there is a legal situation, we felt it was opportune to come together to rekindle and renew our friendship and to move the process of integration further along. Let me make it clear. Guyana and Suriname are the hinterland of the Caribbean. We're the biggest countries geographically in the entire Caribbean. When you combine our populations and when you combine our natural resources, we are a powerful economic element in the Caribbean community. And it is natural for us, the only two Caribbean CARICOM countries which share a border, it is natural for us
to come together to improve the quality of our relationship and contribute to moving this great economic union further along. There's much work to be done in the Caribbean single market and economy, and the decisions that we've taken, even in the short meeting, I'm sure will contribute to strengthening not only our countries, not only the Caribbean community, but also our participation in the continental UNASUR. No, I rest my case, mensen. Okay, yeah, a powerhouse. Yeah, prima, prachtig. Ja, alleen, je kan deze powerhouse geen gestalte geven met een persoon als Bouterse. Die man kan niet reizen. Isabi. Oké. Focus, ja. Ik heb het over de VES. Ja. Dus, laat mij het gewoon duidelijk zeggen aan jou. Ik wil graag dat Santokki voorzitter wordt van de CARICOM. Ja. Ik heb je uitgelegd. Kijk, we zien dat er vreselijk veel geld vanuit Suriname weggaat. En ja, ik zeg je, ja. Meneer Achai Bersinghout in het midden. Gaat dat geld via... Nou, via Amerika de wereld in of gaat het via Amsterdam? Ik heb het vermoeden dat het via CARICOM gaat. En de voorzitterschap, weet je, ik heb het vermoeden dat Santokki een beetje onder druk wordt gezet. Om, Jere, als je voorzitter bent, dan moet je ons helpen dat wij onze gelden vrijelijk kunnen laten stromen vanuit Suriname, Isabi, via CARICOM de wereld in. Maar omdat hij daar een beetje twijfelt. Ik zeg niet dat het zo is. Dat is het vermoeden dat ik heb. Hij twijfelt daarover. Ja, en die andere Caribische landen, mensen. Die noemen Vergiti, weet je. Kijk, Engeland viert een feestdag hier zo van de gemene bestlanden. 51 landen, no? Weet je. Die nog steeds in de gemene beste relatie zitten met Engeland. Waarbij de koningin, Elisabeth, de hoogste staatshoofd is van al deze contraien. En er zijn een hoop, Sint Lucia, noem maar op, Isabi, voeding eilandjes die zie, weet je, in de Caribië. Die CARICOM lid zijn ook. En dan ga je dat ding krijgen, deze landen gaan niet willen dat een voorzitter misbruik maakt van zijn positie. Om zijn land, dat al onder een vergrootglas is, bij instituten van de Verenigde Naties met betrekking tot money laundering en dit en dat. En dan krijg je weer zo'n dom bericht dat er 400 kilo cocaïne, weet je, het land uit is gesmokkeld en onderschept is. Isabi. Ja. En dan zeg ik van oké, je kan het proeven, je kan het ruiken, je kan het aanvoelen dat hij de voorzitterschap van de CARICOM gaat bekleden. Ondanks die toezegging van de VES. Maar het verzoek van de VES aan het toezeggingsverzoek. Maar dat hij die nonsens wat je ziet, net als die meneer Sjoerdien met meneer Van den Berg. Dat gaat hem niet worden, mensen. Want kijk nou, omdat Unogas coronoleren. Kijk, CARICOM heeft een eigen rechterlijke instantie gecreëerd. Deze meneer Van den Berg kan rechtstreeks naar de Caribbean Court of Justice, no? Isabi, en daar zijn beklag doen. En dan ga je zien dat die Sjoerdien het vreselijk moeilijk gaat krijgen. En die Sjoerdien hoeft zich niet druk te maken. Maar het is Santokki, want hij is de minister-president. En hij is eindverantwoordelijke. Dus ik zou zeggen, clean up your act. Clean up your act, Isabi. Kijk nou mensen, die Granger heeft dit ding al lang voorzien. Suriname, als je mee wil doen met mij en ik wil meedoen met jou, kunnen wij een powerhouse zijn. Net als in Europa. Duitsland, Frankrijk. Dat zijn de powerhouse landen van Europa. En al die anderen hangen daar een beetje onder. En ja, dan kan je kiezen, ja, maar ik ben voor Duitsland. Nee, ik ben voor Frankrijk. Isabi. Maar die twee powerhouse gaan zeggen, oké, dan doen we het gezamenlijk, ja. Wie is stem gemeen? Die twee powerhouses gaan het beleid bepalen. Isabi toch, mensen? Granger had dat gezien. En Jezus van Guyana go vooruit. En kijk, wij kiezen allerlei domme mensen tot
president en vice-president. En dan blijven we achter. We blijven achter. Nu is het de kans, een uitermate geschikte kans voor Santokki om te laten zien dat je gaat meeparticiperen. Echt daadwerkelijk. Niet die rommel van Boutersen, Isabi. Want ja, CARICOM wil Boutersen niet als voorzitter, hoor. Jongen, Isabi, zo aan de Europa dacht, ja, maar wacht eens even. Er zijn mensenrechten schendingen. En deze man is veroordeeld in een van onze CARICOM-landen. Ja, is geen gesprekpartner voor ons. Ja, dan haal je de CARICOM neer, Isabi. Maar focus. Dat wat de VES uitkraam, mensen. Je moet het niet geheel geloven wat ze zeggen. Ja? Deze jongens zijn en deze heren zijn zakenmensen. Ze hebben zakelijke belangen. En als dat zakelijk belang niet strookt met een CARICOM-voorzitterschap voor hun, tenzij jij naar hun pijpen wil dansen en je wil de zaken gaan doen ten voordele van hun, niet ten bate van de CARICOM-community. Ja? Want als je voorzitter bent, ben je geen voorzitter alleen voor Suriname. Nee, over dat hele issue. En, wanneer Suriname, Santokki, de voorzitterschap gaat bekleden van de CARICOM, zal hij één ding moeten doen, mensen. Hij zal moeten aantonen dat Suriname een andere koers opvaart. Want Boutersen heeft het nooit gedaan, daarom CARICOM spiti Sanampuru en Suriname. Jij kan zeggen wat je wil, daarom je ziet dat je in CARICOM verband is Guyana verder vooruit gekomen en Suriname is verder achteruit gegleden. Isabi, dat Guyana echt floreert, dat hebben Surinamers aan zichzelf te danken. Want Agrinja Dizi was ten tijde van Boutersen en heeft het openlijk gezegd. Daarom heb ik je laten horen. Dat hier en if you like Sernama no man si seip sadja. Guyana na een bigi kondre. Sernama na een bigi kondre. Wij kunnen de powerhouse worden van CARICOM. Ja, nee. Hoeft niet. Wij kiezen voor Boutersen. Oké. Okay. Today is don't. Oh. En Guyana go vooruit. En wat krijg je nu? Deze regering heeft een aantal jaren achterstand. Guyana heeft geen achterstand. Ze zijn vooruit gegaan. Al die landen, de ACP-landen, ja, EU, ja, al die landen werken samen met CARICOM. En ja, wie geniet ervan? Wama no mo Guyana. Deze kringer had gezegd, konangami, konsdong, mayunom kong, senwan, wantrasma kong. Weet je, ja. En je ziet toch, wat de underdog position is van Suriname nu. Ja. We gaan naast CARICOM, Guyana willen zitten. Maar ja, we hebben een achterstand, mensen. We moeten dat achterstand gaan inlopen. Omdat je hebt die oplichters, dieven en schurken in Suriname. Die alleen aan hun eigen belang denken. Kijk maar naar dat wateroverlast. Eigen belang. Weet ik, go to kabong, alles aan doen. Ja, maar money, jongen. Lanti, wesungu. Ja, weet je. Kijk maar naar deze mensen nu in het kabinet van Boutersen. En in die van Santokki. Ja, egoïsme ten top. Weet je, hoe luku vooruitgang voor de Surinaamse gemeenschap? Nee, we kijken naar onze vooruitgang. Wat heeft dat, is het resultaat van dat egoïstisch oplichtingsgedrag van ons? De weg naar Miami. Amerika is gesloten, de weg naar Amsterdam, of Europa is ook afgesloten. Nu, we proberen die Fuchamonigo via CARICOM. Ja, maar ja, wat ga je doen, Santokki? Ga jij je aan de regels houden? Ja, want een van de regels. Kijk, de VES is als de dood ervoor dat Santokki dit ding doet. Ja, en ik ga je zeggen, ga maar luisteren. Probeer ik City Srevi, kakai je ziet die architunso Engels. CARICOM mensen, ga maar luisteren wat ik bedoel. Member states have agreed to work much closer in the area of security as part of that effort by CARICOM to introduce a regional arrest treaty.
Dominica's Prime Minister Roosevelt Scarrett, when asked how this treaty will work, explained the process. Well, the arrest warrant treaty would enhance law enforcement ability to address matters of cross-border crimes. So if we were to enter into this treaty, if someone from Dominica were to commit a crime in Dominica and move to St. Vincent, then these Vincentian authorities would be able to have him arrested and repatriated to Dominica to face charges. Mr. Roosevelt Scarrett told a media briefing on Wednesday evening that the treaty would enhance cooperation between and among law enforcement authorities in the community. Kakai yesi mensen, ja. Ja, dat is een arrest treaty word. Dus ja, een passie voor CARICOM wordt ook afgesloten voor CARICOM landen. Inom denk je dat ja, iemand smokkel moet niet verdienen. Het is mislukt, maar loop ik was er nog kibrida aan ego. Ja, dat gaat hem niet worden. En vooral wanneer de Surinaamse president, ja, hoe heet het? Voorzitter is, Isabi. En dan moet je goed luisteren wat er ten tijde van Bouterse speelde. Sa doen aan een treaty die zie. Want members of CARICOM State hebben het ding aangenomen, geaccepteerd. Maar er is één land die het niet heeft geaccepteerd. We gaan luisteren welk land dat is. Maar, zet je schrap. Met authorities in the community. Suriname has serious problems constitutionally where this arrest treaty is concerned. Dominica's Prime Minister Roosevelt Scarrett explains. In respect to Suriname, as we understand it, there is a particular challenge in respect to its constitution. But the way we understand it is that if a Surinamese were to commit a crime in Jamaica and flee to Suriname, then he could be prosecuted for that crime in Jamaica, in Suriname. So, but what we have asked legal advisors to do is to engage the Surinamese authorities to better appreciate the constitutional provisions or the limitations of the constitution in respect to Suriname's ability to engage in the treaty. Knowing that the arrest warrant treaty, when it is set up, would enhance law enforcement ability to address matters of cross-border crimes, the issue of security held much interest during the life of the conference because of the important role it played in protecting the society from danger. Mr. Kurt said, and we're brought up to date on major issues with respect to the region's security and agreed on ways to deepen and strengthen cooperation in this area. Ja, mensen. Dus, no make the man this who fast chai edegwe. Er spelen grote belangen een rol hier zo. En dit is een van de belangen waarbij, even kijken hoor, waarbij men niet wil dat hij kon tappen passen die schoenen. Maar ja, dit is dat egoïstisch gedrag van de Surinamer die ontwikkeld is, Isabi, vanaf, Omeni, sedert de geboorte van Riffo. Isabi, ik, de rest mag stikken. We hebben het gezien met alles. Ik kan dat zeggen, wanneer. Dit is dat ziekelijk gedrag dat daaruit is voortgesproten. We denken zoals Uno, we chari, monigwe, we chadopagwe, we chalasangwe. Weet je, look hoe zij zijn Francais, dan Albina. Kijk wat Chinezen daar uithalen. Als jij ziet hoeveel Chinese goederen over de Marowijnen gesmokkeld worden naar Frankrijk. Je kan de klok opgeleid zeggen, gelijk zeggen. One lazy Frankrijk of Mandi tapasandati. Maar het komt vanuit Suriname. De andere kant van Suriname, quarantaine, krijg je dat andere ding. Isabi, backtrack. We hebben het nooit willen reguleren. Omdat ja, er zijn mensen die daar goud verdienen. Isabi, ik zeg je mensen, kijk,
dat de VS ineens zo bezorgd is over de toekomst van Suriname. Ja, de president moet niet gaan, want even druk met IMF. Nee, is allemaal Larry Cook. De IMF zorgt voor de financiële huishouding van Suriname. Daarom is Asalitaki. Ja, kijk, het heeft geen toegevoegde waarde meer als financiële ratingsbureau naar Suriname komen. Voor wat? Voor kom berekend zijn. De IMF doet het al. Je zal als zakenman, als je in Suriname wil investeren, dan laat je lopen op zo'n ratingbureau. Dat ik kan je mij via financieel advies geven over mijn investering in Suriname. Want ja, je krijgt het gratis van de IMF. Al die dingen zijn publiek bekend. Is dat ook? Dit ding, met name van hoeveel geld er in Suriname aanwezig, hoeveel geld er gesmokkeld wordt, hoeveel geld er weggaat. Isabi. Maar, dus dat ding van de VS is niet steekhoudend, mensen. Het is niet steekhoudend. Je moet zo zien, de IMF neemt een hoop werk af van de regering. De regering moet alleen uitvoeren. Daarvoor zijn ze bestemd. Isabi. Maar, ik zeg je, weet je, die arrest warrant treaty, Bouterse Nobeman tekenen, want ja, daar ook wat ga je naar de bekahoring. Of Agagai, dus ja, het is een beetje moeilijk voor hun. En deze landen hebben gezegd, oké, goed. Surinamers kiezen foute leiders. Ja, maar ja, wij als CARICOM gaan verder. Dan Junomu Manditap Kondrelik Guyana, want de Guyanese hebben hun les geleerd in om kiezen Smaleki Forbes Burnham. Moet je niet doen. Heeft het jou voordeel opgeleverd? Nee toch? Nee. Het heeft jou een slechte naam bezorgd. En Guyana man kon. En ze zijn verder gegaan. Dag, nee. Maar Suriname, Isabi toch? Wij moeten nog het wiel uit gaan vinden om Kondoasani Forbes Burnham, daar later toe Kisoe schreef. Ja, dan zei ik, oké, we hebben het ook geprobeerd. Rasserellen, gevechten, alles andere. Isabi, dan ben je dan dat, hoe doe ik, maar dat is gewoon hoe doe ik ook werken samen. Wat je ziet in Guyana. Je hebt nog steeds een paar figuren die allerlei dommigheden doen in Guyana. Maar het wordt de kop ingedrukt, Isabi. Dus mensen, ik zeg je, dat wat de VS aanhaalt als redenen, is niet steekhoudend. Er zit veel meer achter, maar het moet niet altijd van Rotterdam komen, Isabi. Dat is niet het geval. Surinamers in Suriname moeten ook een beetje op onderzoek uitgaan, Isabi. Dat is met betrekking tot dat ding van, hoe heet het, die voorzitterschap van Santokhi. Ik hoop dat hij het doet, maar ik hoop dat hij twee dingen doet. Kijk, al die verdragen waarbij Suriname niet aangesloten is, dat hij als voorbeeld stelt en zegt, kijk, ik ben een heel nieuw ander president. Mino Kirisma, Mino Lichtersma of Mino Dunati, ja. Ik ga Suriname, ik ga de wereld laten zien van Suriname is een op de goede weg bezig, ja. Ik treed toe tot de arrest warrant treaty. Hey, ho, wacht je nou, dan no man chamonico, want if de man grap niet op, weet je. Ja, dan heb ik een probleem. Ja, nee, dat is het risico, dan moet je het legaal doen. Isabi, je noemt kom voor hoogprijzen, ja, $50,000. Terwijl, ja, ja, zo in Nederland, je was goed to stop. Je hebt meer dan €2,000 op zak. Ga je moeten verantwoorden, hoor, mensen. Tak, sanamoni, die zie, pik mopo, nange. Waar de afkomst van het geld moet verklaard worden. Ja, is mijn geld dingen. Die dingen zijn al lang nonsens, mensen. Ik kan er voor weer dat hij. Weet je, last night kan er 50.000. Isabel Lucas en zijn atompai Mickey in Amsterdam. Weet je, zo iemand komt. Hij maakt gebruik van de wettelijke regels. Weet je, tussen twee landen. Dan de mij Chamonico en dan de mij Prati. En ja, je mag er niks over zeggen, want ja, atompai, abob, nou, dat zijn die mensen, jompo, dat tapo. Maar jongen, kijk, het is moeilijk, mensen. Het is vreselijk moeilijk om Surinamers
te laten zien dat na Yusrefe vernietigi egi kondre. Jue vernietigi egi kondre. Oké, mensen. Ik ga dat voor wat betreft de voorzitterschap laten. Ja. Maar even nog naar een paar apps. Dan kom ik weer met naar u terug. Dan gaan we het over iets heel anders hebben. Even kijken hoor. Weet u. Even kijken hier. Oké. Goed zo. Even, meneer Singh, ik zit erover na te denken om in Nederland de druk op Santokki op te voeren. Goed zo, ga je gang, doe dat. Tijdens de Floriade gaan we bedrijven confronteren om niet te investeren in Suriname. Als voorbeeld zullen we aanhalen het verhaal van de Dokse Club en de mensen die geïnvesteerd hadden in de naschoolse opvang van Bouva. Ja. Ik vind het een hele goede opmerking wat u zegt, Isabi. Je moet bedrijven waarschuwen hiervoor. Tenzij Santokki een radicale ombuiging maakt. En een klimaat gaat scheppen. Weet je, inom taknaai mofo, Isabi. Inom konsdombari tak, ja, je bent op zoek naar investeerders, naar de Sandati. En ja. Dan heb je allerlei dieven en schurken daar zo die allerlei misstanden plegen. Isabi, net als HPSG, een hele prachtig project, mensen, zeg ik je. Alleen ja, het moment dat het op Surinaamse bodem komt, dan heb je al deze dieven, schurken, bedriegers, oplichters, die mee willen snoepen. En dan wat krijg je? Omdat toen Nomanyang, ja, dan gaat het bedrijf niet door. En vandaag, wat zie je gebeuren? Vliegtuigindustrie begint, testvluchten. Ja, te doen met waterstof. Hoe dom kan je zijn, weet je? Ik denk niet dat wij in Suriname dat mensen daarvoor hebben gekozen. Maar ik zeg je, ik ga ook naar de Floriade gaan hoor, mensen. Ik ga je eerlijk zeggen, want Milo Bluku is aan het en ik wil kijken wat er daar zo gebeurt met de dingen. Maar, kijk, het moment dat je zegt, goed opletten, hè. Meneer Singh, ik zit daarover na te denken om in Nederland de druk op Santokki op te voeren. Tijdens de Floriade gaan we bedrijven confronteren om niet te investeren in Suriname. Dan ga je zeggen, ja, maar die man is anationaal. Is niet waar, mensen. Is totaal niet waar. Mensen gaan jou waarderen als je dit doet. Weet je waarom ze je gaan waarderen? Ze gaan zeggen, je bent een Surinamer, je bent oprecht bezig. Je bent oprecht bezig, weet je. Nou, dat is aan dat Inom tapio ai, fusa epsan in senang. Inom tapio ai. Want als je dat doet, dan ben je even een rotzak als die Surinamer daar. En dat moeten we leren. Te you see, tak wa mai doen, wan kruk to do. Je moet tegen, tak ja, ik ben er niet eens mee wat je aan het uithalen bent. En ik neem daar afstand van. Isabi. Maar te ei do bong, neem tak ook to tak ei do bong. Isabi, net wat ik daarnet gezegd heb over Belfort, heeft de rechterlijke vonnis gerespecteerd en heeft een publiekelijke statement gemaakt en gezegd van ja, hij heeft het fout gezien, Jogi heeft geen 68.000 hectare grond. Isabi, dat moet je gaan waarderen. Isabi, ik vind dit soort initiatieven heel goed hoor. Even kijken, oké. En nu gaat het beginnen hoor mensen. Even kijken hier zo. Oké, even kijken. Meester Singh, Faflibi, El Capitan, raakte daar net ambivalent. Ambivalent van je uitspraken met betrekking tot cocaïnevangst. Hier te Nederland en daaraan gekoppeld met vicepresident Ronnie Brunswijk, zijn bodyguard. Maar vergeten bij te zeggen dat deze man een buurman van ex-vicepresident Ajodhya is. En een zwager van Dasa Singh. Heb de verantwoordelijkheid van je uitspraken. Mensen, ik lees wat er staat. En de helft van je nuance prediken om jou is het weer per direct veranderd. Ja. Meneer kapitein, je zou het zo mee merken. 10 jaar geleden was je vervent Bouterse fan. Zodra je een man tak was aan voor Bouterse, spring je uit je vel. Nou, ik ken Kibruku. Nou, naar Brunswijk, Isabi. Ik heb jou gezegd, je mag
asanis na yu, yu na wang bigi manen yu iyi oso. Yu maklo bi Brunswick, isabi. Kijk, if you lobbying, you mo hore le kwa posa repereti, isabi. Als deze tekenen hetzelfde zijn, net als wat er gebeurd is, met name 400 kilo, ja, de Maori, zijn leven weg, wacht. De Maori ook toe. Wat was het aantal? 400 kilo. Hoor, Jereno. Eén overeenkomst al, isabi. Ik heb je gezegd, cocaïne valt onder justitie, ja. Ik heb je ook gezegd, kijk nou, cocaïne komt via Mongo naar de president die binnen. Nooit je ziet hoe een drugsvliegtuig, vrij, plata broki, kassenang, dat troa a drugs, naar heel hoog weg. Dat zie je hoe een lomang, guigo piking, poti, dat charingo a sanderij, dat posten. Nee, hij komt via Abusi, isabe. Dus, je meer tegen me, hoe dat hij, isabe. Maar, ik blijf je zeggen, mij loopt de mening voor Isabina de Sandati. Weet je, ik beschuldig niemand. Ik kijk naar die overeenkomsten, maar ik kijk ook naar de verschillen. Weet je, als die verschillen groter zijn, dan kan jij het niet aan hem toeschrijven. Maar ik heb niets toegeschreven naar Brunswick, hoor. Metegi, zoals dat in daai. Dat is zo metegi, Isabi. Even kijken, hoor, wat we hier hebben. Heersing. Wat is waar van de toenadering? De VHP naar de NDP. Ik hoor allerlei geruchten. Wat is er bij? U bent gekomen. Groetjes, Herman. Meneer Herman. Isabi. Als de VHP met de NDP gaat samenwerken, zeg ik je eerlijk, dan moeten we veel meer afstand nemen van de VHP, hoor. Want dan zeg ik je eerlijk, kijk, naar Poerbroeken, Weerbroeken. Want ik zou zeggen tegen dingen, tegen Zantokje, kijk, je moet dat eerlijke verhaal komen vertellen. Het kan onmogelijk zijn dat Jugo werken samen met de NDP. Weet je, NDP heeft geen kader. Isabi, als je ziet wat voor ellende NDP gecreëerd heeft, weet je. Ik hoop, maar NDP is niet dom, hè, mensen. Wanneer werken samen met de VHP? Ja? Het gaat de doodslag betekenen voor Zantokki en de VHP. En ja, we hebben gezien toch alle de partijen waarmee Bouters samen heeft gewerkt. ABOP, opgesodemieterd. PL, eruit geschopt en daarna opgesodemieterd ook. Doe, idem dito, jagi de mango even doe. Weet je, gewoon weggejaagd. Nu staat VHP aan de deur. Ja, laten we hopen dat VHP met haar fout, dat ik ook mee dan de NDP. En laat de NDP ze eruit schoppen. Dan is het goed voor hun, Isabi. Luister nou. Je moet geen problemen zien in Suriname, hoor. Er is maar een kleine hardnekkige groep Surinaamse mensen die kritiek heeft op deze regering. Het is maar een hele kleine groep. Je moet je niet verkijken erop. Want er is een hele grote groep Surinamers die weet heeft van zaken. En die weet wat er speelt in Suriname. En die stil is. De zwijgende meerderheid. En die gaan pas praten bij stem. Bij het stemmen. Dan pas gaan ze praten. Dus je moet voorzichtig. De man zei met die bari. Je moet niet zeggen dat na model. Na zo weet denk je erover. Is niet waar, hoor. Isabi, vergeet het maar. Het is de zwijgende meerderheid. Die achter deze regering staat. Omdat ze uit deze rommel willen komen. Alleen, soms laat deze regering vreselijk veel steken vallen. En dan moet je ze erop wijzen dat een van die dingen is dat ding van die CARICOM. Voorzitterschap. Yusifa Senaman. De man zijn gladde alen. Weet dat je toch? Gladde alen. Isabi. Nou, een soort sneaky manieri. Door jij edigwe beïnvloed op publieke opinie. Maar ze gaan je niet uitleggen wat de ware toedracht is. Isabi, dus een samenwerking tussen VHP en NDP, laat die doen, dan zijn we van deze regering af. Weet je, met haar doing, Isabi. Want ja, het is een onhoudbare situatie geworden met de ABOP'ers. Ik ga het openlijk zeggen, en meneer El Capitan Kang Mandi, daarom is Suriname geïsoleerd.
En ik begreep de stap van dingen. Santokki wel. En ik juich het toe dat hij voorzitter wil worden. Dan kan je jezelf uit het isolement halen. Waarin jij je geplaatst hebt. Niemand heeft je gedwongen. Nooit wanneer man pot gong naar zijn identiteit dat hij gebroken aan aanbouw. Jij ziet wat voor criminele activiteiten uit deze groep vandaan komt. Libisma nog een tap in Aiga Sandati. Ja, ik heb het gezegd, ja. Er komt een hoop criminele activiteiten uit de achterban van de ABOP. Inclusief van de ABOP-leden ook. Weet je? En Isabaman toch zei, kom weer aan de libarette, ik word toch gewoon nonsens. Weet je? Vraag hem. Snap je? Maar het is het grootste misstap geweest. Een moment die bij de regeringsverklaring Takia Brunswijk wordt, hoe heet het, parlementsvoorzitter. En dan dacht ik, ja, ik word parlementsvoorzitter. Ik word niet, maar ik heb dat hij dat draai kon, maar ja, maar ik word vicepresident. Weet je. En dan zeg ik jou, minotaking dipi, maar ik zeg je, kijk naar mensen, hoe dat aai. Zie je de VES? De VES heeft veel meer op zijn kerfstok dan dat je in eerste aanleg zou zeggen. Samitaki, misref no sam samitaki, kom taken in zijn antongo. Yo skrekif si, suma betu, isabi. Udena ainanga VES, isabi. Het is een hele goede en gerespecteerde instelling geweest. Maar die mensen wonen in Suriname. Die mensen werken in Suriname. Ze verdienen hun geld in Suriname. Dus ze hebben belangen, Isabi. En Arkimi Boon Samotegi. VES en ABOP. Daar moet je even kijken wat er daar gebeurt. Meer ga ik er niet zeggen over voorlopig. Maar ik zeg je, VES en ABOP, probeer even doen, Tjunso, Isabi. Dus meneer Herman, met betrekking tot NDP-VHP, ja, laten we toejuichen if Santokki Wandua fout dat hij. Het gaat om duur komen te staan, weet je. Even kijken hoe mensen hier zo. Meneer Sien, goedemiddag. Van Adong Pai. Oké, van Atom Pai moet het zijn. Maar ik lees wat er staat, hè. Adong Pai heeft u verkeerd gezien. Hij heeft of dat geld niet uit Suriname meegenomen, maar het hier ontvangen uit zijn onderwereldleven criminaliteit. Kon het niet meenemen naar Suriname. Conclusie, Abosinja, Praga Almere. Ja, meneer Praga, Jereno, je weet toch. Als hij het hier uit criminele activiteiten ontvangen heeft, of hij het heeft meegenomen vanuit Suriname, het blijft geld dat niet legaal is. Isabi, maar ja, Letty, Nadja komt bossing. En meer het hij Juwansani. Meer het hij Juwansani, Isabi. En mannen zo soboto. Amonisa komt paija, die mensen die geprotesteerd hebben in Amsterdam, die hebben een flink deel ervan gehad. Lijkt een soort betaling voor salaris, die man dat hij daar kon protesteren. En dat is heel jammer als Surinamers zich zo moeten ontwikkelen, hoor mensen. Ja, ik was even uitgevallen. Ja, ik zeg je dat hij die mensen heeft betaald, hoor, daarvoor. Even kijken, hoor mensen. Hier zie ik goed. Grote fan van u, Carmelita. Oké, Carmelita. Hier zie ik. De boeren in Nederland hebben een uitnodiging gehad om in Suriname te komen boeren. Dat vind ik prachtig. Maar wat de heer Van den Berg is aangedaan, is toch een teken van boeren hier in Nederland. Boer, let op je schapen. Wat een schandaal, Carmelita. Ja. En Isi Asanisi, kijk. Inderdaad, hier zo hebben we de boeren een probleem. Ze moeten van de regering gaan inkrimpen. Dus ze moeten hun bedrijf opgeven. Dit is een gouden kans
voor dat ding van, voor Suriname, mensen. Een goede kans. Maar ja, omdat jij die Hindoestaanse dieven, oplichters, bedriegers, weet je, en corruptelingen hebt, ze gaan de boot tegenhouden. Zij gaan de boot tegenhouden. Isabi. En wat ga je krijgen? Landen, Lukuling, Guyana. Denk Guyana, Manfuno. Van de Mego vooruit. En wij, we zitten gewoon weer. Snap je? Is heel goed gezien, Carmelita, dat van die boeren. Weet je? Het is een geweldig initiatief, Jubikang. Vroeg de man, met koeien, al die dingen. Daar hadden we melk, verse melk, om een goede gezondheid te kunnen geven aan de Surinaamse bevolking. Want Isabi, want bevolking is een jamboek en jan zo de snisi rotzooi. Weet je, ze hadden mij tjagi. Het is niet zelfs een jamansandatief ding. Weet je, het is gewoon voor een verkoop aan Surinaamse mensen, Isabi. En ja, Tejuier is een naam, alles voor de productie. Ja, maar ik zeg je één ding. In Suriname mag jij niet produceren. Na lawilauno, voor ik produceer. Je moet het niet wagen om te gaan produceren. Want als jij gaat produceren, dat wil zeggen, de oplichters in Suriname, ja, die kunnen niet importeren. Want je mekka sandape. Nou ja, dan is er geen import. Ja, maar dat is amim nandang. Want mijn werk is om alles te importeren. Dan verdien ik mijn geld. Weet je, mensen. En dat zijn dingen die we moeten aanpakken. En daarvoor moet er geprotesteerd worden in Suriname. Weet je, dat je deze regering dwingt om deze oplichters, dieven, schurken en bedriegers gewoon aan de kant te zetten. En inderdaad, mensen in Afgopoti rollen rode loper uitgereden, maar dat je ze wel verwelkomt en zegt, kijk, er is een gunstige ondernemingsklimaat in Suriname. Zodra je een plan hebt, gaan we daaraan werken. Isabi. En daarom vond ik dat ding van die surfen, met name dat Diaspora Instituut, een prachtig initiatief. Vanuit hier in Nederland, weet je, word je begeleid naar Suriname. En dan heb je aanspreekpunt hier in Nederland. Wij kunnen jou hier in Nederland aanklagen. Kijk, we hebben vaste afspraken met jou gemaakt. Dat Diaspora Instituut. We hebben vaste afspraken met je gemaakt. Aan de hand daarvan zijn wij naar Suriname gegaan om te gaan boeren, Isabi, of te gaan ondernemen. En ja, je hebt ons bedrogen. Dus dan pak je de mensen hier aan. Maar in Suriname kan je dat niet uitleggen, de neerbegrijping. En nee, Brokko, Isabi. Ja, mensen, het is moeilijk, Isabi, maar ik blijf erbij. Voorzitterschap is toe te juichen. Alleen, ja, iedereen in Suriname is een beetje de man, Jimmy. San dangra de man. Dus ja, je moet iets komen zeggen. Tak, nee, ik hoor een gang, man, is dat kan ook go. Want if I go, dat betekent allerlei verdragen. Dan hebben we een probleem. Ja, dan kunnen we niet vrijelijk onze zaken gaan regelen en onze rijkdom gaan vergroten. Dan hebben we een probleem. Dus ja, het gaat hem niet worden, mensen, Isabi. En dan, ja, heb jij ervoor gekozen om niet ontwikkeling toe te laten in jouw land, Isabi. Je bent gegaan voor de eenling en niet voor het algemeen belang. Dat is heel jammer, Isabi. Maar we gaan kijken waar het schip strandt. Even kijken. Atompai heeft geld nodig voor zijn verkavelingsproject. De houttuin. Allemaal schurken bij de ABOP. Wat voor alternatieven zijn er nog? ABOP moet uit de regering getrapt worden. En verenigingen als VES en heel veel Hindustanen die samenwerken met Brunswijk. Groetjes Herman. Kijk, nou begint het te komen. Nu ga je begrijpen wat ik bedoel, hè, met de VES en Brunswijk. En het maakt niet uit hoor mensen, Isabi. Maar in een plein van morso rol in Senang. Want kijk, dat ding van grondconversie en wat ik je had uitgelegd, grondconversie en grondenrechten. Ik kan jou zeggen dat de VES daarachter zit. Waarom? Laat me jou vandaag vertellen. Ik heb altijd mijn mond gehouden, maar kom je vertellen, omdat meneer Herman erover begint. Lukuno, een ABOP'er, een binnenlandbewoner, heeft geen besef, geen benul
van eigendom. Anabasandati. Dus je scoring, dat je hier je noemt een actieconversie aan, want je kies grond, maar je mag doen niks aan grond. Je kan bouwen ofzo, je plan een awarabon, dat je kan doen. Maar je noemt wanneer conversie, je moet grondrechten aanvragen. Je kan die kan grond, isabi, en alles anders doe je naar grond, naar jou. Omdat die man geen besef heeft van eigendomsrechten, economische rechten, isabi, hij heeft dat niet. Zij rekenen dat hij een binnenland bewoner wordt. Ook zeer de rechten dat Gio. En dat staan we klaar. Hé, man kies gewoon de rechten. Hé, iemand zegt, hier dat geld. Ook te gaan moet niet aan dringen met een plezier. En ja, naderhand, als doen dat, doe ik dat. Ja, maar ja, biggie pokkleine, kon de mijn dikke, de mijn make money. Weet je? Ja. Omdat die man geen besef heeft van wat hij aan het doen is. Hij wordt misbruikt. Isabi, gazan dat hij... Er zijn een hoop zaken mensen die zo omgaan met die binnenlandbewoners. Is dat toch mensen? Dus laat dat duidelijk zijn. Ik zeg niet alleen de VES hoor. Isabi, want de VES geeft adviezen aan de, hoe heet dat, de binnenlandbewoners. Prima. Zolang je adviezen hun vooruitgang brengt, niks aan de hand. Maar als jouw adviezen ertoe leiden dat deze mensen, omdat ze een beetje... minder bedeeld zijn qua kennis, isabi, en bepaalde dingen niet begrijpen en je maakt misbruik ervan, dan hebben we een probleem, ja. Dan ga ik je ook aanspreken op je verantwoordelijkheid. Want ja, want biggie bere Hindustani man, ja, en goed opletten wat ik zeg, want biggie bere Hindustani man, en want biggie bere kuli man, want er is verschil, isabi. Kulis kunnen met de rechten zetten, zeggen, wij zijn... Phoenix, we zijn uit het as herrezen en we hebben onszelf opgebouwd en kijk wat we zijn geworden. Maar Hindustanen, vreselijke oplichters, bedriegers en leugenaars mensen. Weet je, dat zijn deze mensen, weet je, die het verpesten in Suriname. En min af Carnegie toch, Isabina de Wandat. Kijk wat er met kassareserve is gebeurd. Kijk wat er met zogenaamd koers is gebeurd. Weet je, en ja... Het zijn grote, geweldige namen hoor, in Suriname. En uno moet tapu eigen is aan dat die. En omdat je dan een kuliman, dan moet je die Hindustanen gaan beschermen, omdat de man geersie, weet je, dat moet hem niet worden. Je moet gewoon ook eerlijk zijn naar jezelf en naar de gemeenschap toe. Dat je ziet, wat man zal geersie, je doet een kroek te doen. Je moet op je moet van die tijd en dacht, nou, ik ben niet eens, isabi. In om doelexies, maar dacht, ja, maar ja, Oelobama, maar ik dans in haar. Ja, isabi. En dan neem je dit soort dingen op je, weet je, allerlei idioterie. En dan wanneer je achteruit gaat, dan je bari. Nee, zo werkt het niet, mensen, isabi. Je kent dat ding van ons, hoor. Ik voet natjel, isabi. Ja, morgen in aftarregi, isabi. Maar, uda ai, im luku, de man die zei, doan losani, weet je. En je hebt gezien wat er gebeurd is, hè? Wat er met Santok is gebeurd. Al deze grote industriële en zakenmensen hebben de oversteek gemaakt naar Brunswijk. Omdat je Brunswijk kan manipuleren. Je kan massen, je kan hem kneden. Isabi, je maakt gebruik van zijn onwetendheid, zijn onkunde. Kom dit voorzichtig, want ja, mijn naam is El Capitan, zijn een berichtje mee horen, isabi. Maar je kan hem bedanderen. Ja, look hoe. Brunswijk, grote bericht man. Brunswijk heeft een prado gegeven aan een van zijn vrouwen. Ja, maar niemand gaat kijken wie hem die prado heeft gegeven. If you denk dat Brunswijk diep aan u in Saka, dan man go bij een prado, die een vrouw, heb je het glad mis hoor mensen. Het zijn zakenlui die dat doen, weet je. En in die tussentijd aan mij go, aan mij bestel, uien... aardappelen, al dat soort dingen. En ja, het wordt in pakketten verstuurd naar het binnenland. Isabi. Om mijn binnenlandbewoner, ik ga foto of ik bel in programma, ik weet dat ik dit in film. Nou, want toch. Maar zie, de stadscreool. Ja. Toepadraai, die mij bel. Weet dit in film, man. Die staat hier naar de zanne. Isabi. Ja. Mensen, hoe daar hij dat met hij. Isabi, want ja, er gebeuren dingen in Suriname waarvan je u tegen zegt, Isabi. Het zijn echte gluipers. Uno naar Sanamanto,
Maar nu moet ik dit jou de gwe, Isabi. Laten we op onze hoede zijn. Ano alasant zij brengt in een goed weer. Ano alasant zij brengt in een goed weer. Mensen, ik wil naar een laatste onderwerp gaan. Ik heb je verteld over de ding van die wateroverlast. Als dan heeft politie, dat is rotzooi. Dat moet je gewoon gaan accepteren. Weet je, het is go to stop you. Ze hebben jou ambtelijk bevel gegeven van jij moet naar de kant. En nog erbij met zwaailichten en loeiende sirene. En je kiest ervoor, no more risico, want dan moet ik hier mee. Ja. Ja, dan heb je het recht. Niet aan je zijde, want ja, dan ben je een strafbare feit aan het plegen. Dat je zegt van, moet je luisteren aan ego. Je kan het niet op deze manier doen. Dat was over hem. Weet je, even kijken. Ik heb dat ding gehad over die 400 kilo cocaïne die is aangehouden. En voorzitterschap van Santoki, Isabé, van de CARICOM. Er is een laatste onderwerp die ik wil behandelen. Maar ik moet even een paar dingen gaan zoeken. En ja, Isabé toch mensen, ik... even kijken hoor. Ja, ik moet een paar dingen bij elkaar gaan zoeken. Dus mensen, jere, ik doe dit niet vaak, maar... Je geeft... even kijken. Ja, oké. Okay. Dat van die wateroverlast, ik heb je uitgelegd hè, met voorbeelden van die mensen die niet willen, weigeren pertinent om een bijdrage te leveren. En een gedeelte van de houtkap, goud. Je ziet van, aan deze je krijgt het, toch? Isabé. Dat ze dat niet in de districtpot en districtkas of noem maar op, of districtfonds willen zetten. Nee. Ik in de rest mag stikken en daar heb ik toch het volste recht om te zeggen. Dit soort mensen zijn het product van Rivo. Weet je? Not so leri. Mi elukumis rivi. En de rest mag stikken. Isabé. Ik heb je ook gezegd, kijk, we hebben ze gezet in het parlement. En ze nemen alleen maar foute beslissingen. Ja, is leuk hoor, mevrouw Nadine en meneer Brunswijk. Ik heb gewoon los aan over het Tapajai project. Maar ja, dan moet je ook consequent zijn en je verantwoordelijkheid nemen. Tak ja. Voorzie, hoe bedenken en zo. Maar ja, nou, hoe voet het, Nati? Hoe ik die spiritvinger? Isab, zou ik haar spiritvinger, toch, mensen? Isab, ik denk, wat gaat om zielen en wat er aan is en dat. Oké, goed. Maar ja, het gaat hem niet worden. Mensen, kijk nou. Ik wil iets laatste dingen met jou gaan behandelen. Het is 4 uur, Isab. Dat betreft dat ding van de brug over de quarantainrivier. Ja, en dat gebied van Tigri. Want ja, Isabi, Surinamers zitten met dat ding, ja. President Santoki, allemaal vrouwen, allemaal Guyana man. Dus ja, Guyana, Tigri. Ja, oké, okay, leuk. Isabi, nou wat? Ik vraag me, wat is de big deal daarvan? Weet je? Dus dat ding wordt telkens gebruikt als reden. Dan denk ik bij mezelf, Jereno. Die mensen die dit ding naar voren brengen, woon jij in Suriname? Want als je tassen hangt en je begrijpt niet waar je het over hebt, dan is het een hele kwalijke zaak voor mensen. Het is een hele kwalijke zaak, want je bent daar woonachtig en ja, je komt zaken vertellen. De gemeenschap luistert naar jou. En als je tassen wat niet geheel klopt, dan kan het twee dingen betekenen. Of je bent ook net als bepaalde mensen onkundig. Dus je takkie. Maar ja, je weet niet waar je het over hebt. Of je bent doelbewust misleidend bezig. Isabé. Ik wil het daarop gaan. Ik wil het daarover gaan hebben in deze laatste uur. Tot 5 uur. Isabé. Maar ik moet het even bij elkaar gaan zoeken. Want het is een beetje zoekwerk voor mij, mensen, Isabé. Want je weet toch, mijn programma is geluidsfragmenten. En dan, even kijken hoor, mensen. Het gaat me niet lukken, dus even hier zo. Ik ga een muziekje voor je draaien, dan zoek ik het, dan ben ik zo bij je terug, Isabé. Isabé, toch, mijn muziek, nee, kwart die tijd is mijn programma. Maar ja, het is niet anders als ik dat ding bij elkaar wil zoeken. Dus, ik ga nergens naartoe. Luister naar een klein muziekje en dan ben ik zo bij je terug, ja? Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.